Dank u, mevrouw de voorzitter. Veroordeeld. 12 dagen geleden ben ik, de leider van de grootste oppositiepartij in Nederland, veroordeeld in een politiek proces. Veroordeeld door een drietal dwaallichten van het gerechtshof Den Haag, die zichzelf rechters noemen en vinden dat ik de eer en goede naam van Marokkanen heb aangetast. Alsof Marokkanen mij daarvoor nodig hebben. Niemand, mevrouw de voorzitter, maar dan ook niemand, beledigt de groep Marokkanen meer dan Marokkanen zelf. En we hebben deze zomer opnieuw in grote delen van Nederland gezien waar ik al 15 jaar bijna dagelijks voor waarschuw. De verschrikkelijke Marokkanen-terreur die onze wijken en steden onveilig maakt. Marokkaanse kolonisten die zwaaiend met hun nationale vlag hier de boel in de fik steken en de politie met stenen bekogelen. En daar keer op keer nog mee wegkomen ook. Er zijn inmiddels miljoenen Nederlanders die dolgraag minder Marokkanen willen, maar een vraag daarover stellen mag niet als je de leider van de grootste oppositiepartij bent en Geert Wilders heet. Dan sta je 6 jaar lang voor de rechter. Dan zijn er politici die je graag een kopje kleiner willen maken. Dan zijn er ambtenaren die je haten en namens de toenmalige VVD-minister het Openbaar Ministerie helpen om je veroordeeld te krijgen. En dan zegt de rechterlijke macht, prima, dan gaan we dat regelen. Voorzitter, Nederland is geen rechtsstaat meer. De willekeur heerst. De scheiding der machten bestaat alleen nog op papier en het Openbaar Ministerie en de rechters zijn het verlengstuk van het kabinet geworden. Rutte, premier Rutte, heeft een grote mond over het functioneren van de rechtsstaat in Polen en Hongarije, maar hij is zelf de premier van een intens corrupt land. Mensen met een onwelgevallige mening worden niet meer beschermd door de vrijheid van meningsuiting, maar moeten verplicht meedraaien in de politiek correcte dictatuur van de linksliberale meerderheid. En iedereen die dat niet doet, is vogelvrij verklaard. Wordt, zoals ik, aangepakt in een politiek proces. Of moet, zoals eerder bij die dappere blokkeerfriezen het geval was, DNA afstaan omdat ze de traditie van Sinterklaas en Zwarte Piet probeerden te beschermen. Of krijgt het leger op zich afgestuurd omdat ze hun vak als hardwerkende boer en boerin willen beschermen tegen de klimaat- en stikstofterreur. Heer Azak. Voorzitter, de heer Wilders begint aan het begin met zijn betoog dat hij oneerlijk behandeld is. En ik luisterde gisteren naar de woorden van onze koning die aangaf dat het onacceptabel is als mensen op basis van hun achternaam of op basis van hun afkomst anders behandeld worden. Herkent de heer Wilders zich in dat verhaal van de koning? De heer Wilders. Nou, voorzitter, ik vond het een vrij eenzijdig verhaal. Ik denk, ik kom er later in mijn tekst op terug, dat het juist de Nederlanders zijn die gediscrimineerd worden. Ik denk dat het hele discriminatieverhaal, waar het voorkomt, is het natuurlijk verkeerd. Maar dat zwaar overdreven wordt in Nederland. Dat het zwaar wordt aangezet. We hebben vorig jaar gezien dat er van, we hebben 17,5 miljoen inwoners zoals je weet, dat er vorig jaar 123 gevallen bij het Openbaar Ministerie over discriminatie zijn aangemeld. En dat zijn er natuurlijk 123 te veel, maar dat is helemaal niets. Dat is helemaal niets vergeleken met het beeld wat wordt geschetst, dat Nederlanders allemaal mensen zijn die mensen op een naam en een afkomst en een kleur discrimineren. Totale onzin. Het zijn de Nederlanders die op straat worden uitgejast, die worden uitgescholden, worden beroofd en belaagd. De Nederlanders die worden gediscrimineerd. De heer Azarkan. Ja, voorzitter, het was vorig jaar, dus ik ga ervan uit dat de heer Wilders zelf niet in de statistiek zat nog. Dat zal dan dit jaar zijn. Maar voorzitter, als de heer Wilders tegen discriminatie is, hoe kan het dan dat dat eigenlijk zijn verdienmodel is? Hij wil vrouwen met een hoofddoek, die wil die extra belasting laten betalen. Hij wil een religie verbieden. Hij wil Korans uit huizen trekken. Hij wil Marokkanen anders behandelen. En daarvoor heeft onze rechtsstaat, waarin een rechter ook een hele belangrijke rol speelt, die heeft gezegd, meneer Wilders, u bent gewoon strafbaar aan datgene wat u wilt bestrijden. U bent totaal ongeloofwaardig. U bent discriminatie, meneer Wilders. Via de voorzitter hadden we net afgesproken. Klopt, voorzitter. Via u, de heer Wilders, is de belichaming van discriminatie in Nederland. Hij doet al 20 jaar niks anders.
Ja, mevrouw de voorzitter, de collega's van DENK hebben mij eerder vergeleken met een kankergezwel. Ik geloof dat het de heer Öztürk was van uw fractie die mij vergeleek met een kankergezwel. Toen was ik een misdadiger, nu ben ik weer de discriminatie zelf. U zegt het maar allemaal, u doet het maar allemaal, maar ik weet van mij dat al die mensen in Nederland, die komen op voor hun eigen volk. Die komen op voor hun eigen mensen. Die hebben niets tegen mensen met een andere kleur of afkomst, maar die laten zich niet wijsmaken dat ze discrimineren. Nederlanders in de regel discrimineren niet. En weet u nou wie discrimineert, mevrouw de voorzitter? Ik kom ook daar later in mijn tekst op terug. Dat is de religie die u aanhangt. Dat is de islam. De islam is de religie die zegt: ik maak een onderscheid tussen moslims en niet-moslims. Niet-moslims worden zelfs kafirs genoemd. Niet-moslims worden in ieder land waar de islam dominant is, worden ze gediscrimineerd, worden ze achtergesteld, wordt er zelfs geweld tegen hen gebruikt. Of je nou een ongelovige bent, een afvallige bent, een christen bent of een jood bent, waag het niet om in een islamistisch land te wonen, want je hebt het slecht en je wordt gediscrimineerd. Dus mevrouw de voorzitter, de werkelijke aard van de discriminatie zit in uw beweging en niet in de mijne. Tot slot, de heer Azarkan. Ja, voorzitter, het is niet de islam die 12 dagen geleden is veroordeeld door de rechtbank als discriminatie. Het is de heer Wilders, daar staat hij. En de heer Wilders weet dat donders goed. En de heer Wilders, die als dictator van zijn eigen partij weet dat hij 100.000 volgelingen heeft. En voorzitter, het is buitengewoon kwalijk dat de heer Wilders de mond vol heeft van onze rechtsstaat, maar intussen iets wat hem niet uitkomt. En we zien dat mensen die door strafrechten veroordeeld worden, zien we dat vaker doen. Ze zeggen: het is oneerlijk, ik ben anders behandeld, het ligt aan de ander, waarom wordt de ander niet vervolgd? Voorzitter, dat wegkijken. Maar de heer Wilders is niet zomaar een veroordeelde crimineel. Hij is een hele belangrijke man in Nederland voor 100.000 mensen. En ik vind het echt kwalijk dat hij onze rechters wegzet als corrupt. Dat hij zegt hier in dit huis dat onze democratische rechtsstaat failliet is. Voorzitter, ik wil eigenlijk dat hij die woorden terugneemt. De heer Wilders. Nou, u weet dat tot het tegenovergestelde effect leidt. Dus dat is geen slimme interruptie om dat aan mij te vragen. Maar voorzitter, opnieuw noemt de collega van DENK mij een crimineel. En ja, weet u, het doet mij toch denken. De afgelopen dagen is de hele redactie van Charlie Hebdo, alle cartoonisten, alle redacteuren, vanwege het herplaatsen van de cartoons van Mohammed, zijn door Al-Qaeda opnieuw bedreigd. En helaas zat ik ook op dat rijtje. Ik ben ook bedreigd opnieuw door Al-Qaeda, die opriep om niet alleen de mensen van Charlie Hebdo, maar ook om Geert Wilders in Nederland, om die te vermoorden. En ik ben daar netjes over geïnformeerd door de minister en door de NCTV. En weet u welke woorden Al-Qaeda gebruikte om mij een kopje kleiner te maken? Precies de woorden die u gebruikte. Ze zeiden: die crimineel Wilders moet worden gepakt. En mijn boodschap, mevrouw de voorzitter, mijn boodschap aan zowel Al-Qaeda als aan DENK is: u krijgt mij nooit weg. Ik zal altijd door blijven gaan en vechten tegen de ideologie waar u voor staat. De heer Jetten. Voorzitter, ik ben trots op Nederland. Wij hebben volgens internationale lijstjes een van de beste zorgstelsels ter wereld, een van de beste pensioenstelsels ter wereld. Ondanks de crisis zijn mensen en kinderen nergens zo gelukkig als in Nederland. En toch spreekt de heer Wilders hiervan een intens corrupt land. En eerder gebruikt hij woorden bananenrepubliek en een nepparlement. En dan is mijn vraag aan de heer Wilders: als het hier allemaal zo verschrikkelijk is, in welk land zou u dan liever wonen? De heer Wilders. Nou, in een Nederland dat niet corrupt is. In een Nederland waar de rechtspraak onafhankelijk is. In een Nederland waar officieren van justitie niet in hetzelfde antidiscriminatiecomité zitten van Akwasi, die vervolgens niet wordt vervolgd. Dat is corruptie. Dat is vriendjespolitiek. Dat is bananenrepubliek. En in zo'n land wil ik niet wonen. Dus ik zou willen dat wij de rechters onafhankelijk maken. Ik zou willen dat wij de officieren van justitie onafhankelijk maken. Ik zou willen dat de heer Grapperhaus en de heer Akwasi hetzelfde behandeld worden als alle andere mensen. Dat er geen klassejustitie is in Nederland. Want al die rechters van uw partij, want dat zijn ze meestal, die hebben er lak aan. Die gaan gewoon, die matsen de mensen die het met ze eens zijn en de anderen niet.
En dat accepteer ik niet. En dat accepteren heel veel Nederlanders niet. Die wil niet weten wat er met de heer Grapperhaus is gebeurd. Dat is gewoon klassejustitie. Of wat er met de heer Akwasi is gebeurd. Dat is gewoon willekeur. Dat is vriendjespolitiek. Daar zijn heel veel Nederlanders terecht boos over. En ook over mijn proces. Het is toch te gek voor woorden wat er allemaal is gebeurd, mevrouw de voorzitter. Dat ministers, dat die hebben geholpen, dat mijn zaak in de ministerraad is besproken. Dat de rechters mij hebben veroordeeld voor het aantasten van de goede naam van Marokkanen. Dat de rechters hebben gezegd, terwijl het niet eens in de wet staat in mijn geval, dat Marokkanen een ras zijn. Terwijl iedereen weet dat het niet zo is. Terwijl recht dat agenten in mijn proces hebben gezegd, mevrouw de voorzitter, tegen de krant Het Algemeen Dagblad, dat al die aangiftecircus, dat dat in scène is gezet. Dat het is geanceneerd. Dat is allemaal corruptie. Dat is allemaal wat niet deugt. En daar komt u mee weg. Maar als ik het ben, kom ik dan niet meer weg. En dat moet veranderen. Ja, voorzitter, dit riedeltje kennen we van de heer Wilders. Als het hem niet uitkomt, een uitspraak van de rechter, dan begint hij over klassejustitie. Dan begint hij over het gebrek aan onafhankelijkheid bij het OM en bij rechters. En daarmee zet de heer Wilders zelf elke keer de bel aan de wortel van onze democratische rechtsstaat met een onafhankelijk werkend justitiesysteem. Feit is dat er in Nederland bijna nooit zaken zijn tegen vanwege corruptie. Feit is dat het OM en rechters hun werk in dit land onafhankelijk doen. Feit is dat de heer Wilders alle ruimte heeft gekregen om zijn zegje te doen in de rechtszaal. En dat hij zelfs op een aantal punten in het gelijk is gesteld door de rechter. Dat hij geen straf heeft gekregen voor de zaken waar hij de wet wel heeft overtreden. Dus de heer Wilders moet dankbaar zijn dat hij in een land leeft waar we zo'n onafhankelijk justitiesysteem hebben. En hij, de rechter, op die manier te woord kan staan. Mijn vraag was zojuist, in welk land zou de heer Wilders dan willen wonen? En hij gaf daar geen antwoord op. Maar ik heb wel een vermoeden, voorzitter. Want deze zomer zagen we weer een breed lachende Geert Wilders met Viktor Orbán op zijn Instagram. Viktor Orbán, de leider van een land in de Europese Unie die zelf elke dag bezig is om zijn democratische rechtsstaat af te breken. Meneer Wilders, dat is niet het land waarin ik wil wonen. Ik ben er trots op Nederlander te zijn. Voorzitter, dat is niet echt een vraag in dit betoog. En inderdaad, ik ben zeer content met goede contacten van de heer Orbán, die in tegenstelling tot Nederlandse grenzen sluit. En niet ervoor zorgt dat we hier een half islamitisch land worden. Dus hulde voor de heer Orbán. Ik sta liever met hem op de foto dan met u, meneer Jetten. Maar goed, dat los daarvan. Kijk, ik heb u het antwoord gegeven. Ik wil in een land leven waar we allemaal gelijk zijn voor de wet. En dat is niet zo. U weet, en dat is allemaal publiek geworden, dat er bij mij een minister was, de minister-president, die zei, het is hem gelukkig niet gelukt, ik zal dat partijtje van jou gaan minimaliseren. Weet u nog dat Rutte dat zei? We hebben een getuige gehad die zei dat die minister van Justitie, dat die zei van, nou, Wilders loopt ons maar voor de voeten. We hebben ambtenaren gehad die het Openbaar Ministerie hebben geholpen met te verweren, die tips hebben gegeven, het Openbaar Ministerie vanuit het ministerie van Justitie, het Openbaar Ministerie hebben geholpen om mij veroordeeld te krijgen, om mijn advocaat weerwoord te geven. Ik kan u 100 voorbeelden noemen. Mijn zaak is in de ministerraad besproken. Welke andere strafzaak gebeurt dat allemaal bij? Dat is toch een totale bananenrepubliek? En dan heb ik nog niet eens over een minister van Justitie die strenge regels maakt, die vindt dat heel Nederland zich daaraan moet houden of een dikke boete krijgt, of je nou een bedrijf bent of een burger, en zelf lak heeft aan die 1,5 meter maatregel en wegkomt met een excuses. Met excuses komt hij dan mee weg. En dan heb ik het nog niet eens over de heer Akwasi, die oproept tot geweld. Die op de Dam zegt dat hij iedereen of Sinterklaas op zijn Zwarte Piet op zijn gezicht zal trappen. En ik zal zo nog meer quotes van hem gebruiken. En die gaat naar een officier van justitie die met zijn vriendje in het bestuur zit van een discriminatiebureau. En die krijgt te horen, ah, je bent een voorbeeldfunctie. Je wordt niet vervolgd. Schandalig, meneer Jetten. U moet zich schamen dat u het niet zegt van dat is een schande. Nederland leeft niet meer in de rechtsstaat. Als u echt in de rechtsstaat zou geloven, zou u op moeten gaan staan en zou moeten zeggen schande wat er met Akwasi is gebeurd. Schande wat er met Wilders is gebeurd. Schande wat Grapperhaus heeft gedaan. U was drie keer stil. U maakt de rechtsstaat kapot. Ik niet. Tot slot, de heer Jetten. Voorzitter, we kennen in Nederland de scheiding van de drie machten en een onafhankelijk werkend OM en justitiesysteem. Daarom kan de heer Wilders in de rechtbank zijn eigen verhaal doen. Daarom heeft de rechter ook in een aantal gevallen in zijn voordeel geoordeeld. Wat de heer Wilders keer op keer doet, is door het OM te beschuldigen, door rechters te beschuldigen, zelf de democratische rechtsstaat in Nederland tekort doen. En hij heeft mijn vraag nog steeds niet beantwoord, maar de foto met Viktor Orbán zegt eigenlijk genoeg.
Hij noemt Nederland een intens corrupt land. Hij noemt Nederland een bananenrepubliek. En gaat liever op de foto met iemand die zijn eigen land steen voor steen afbreekt. Eigenlijk is de heer Wilders, mevrouw de voorzitter, de Orbán van de lage landen. Dank voor dat grote compliment. De heer Dijkhoff. Ja, even voor de handeling. Het was decimeren, een partij. Dat is niet gelukt. De heer Baudet was er dichtbij, maar u bent weer helemaal terug. Dus zo erg dat Baudet er zelf nu niet is. Laat ik ook meteen zeggen, de heer Wilders is door de rechter veroordeeld. Die rechter heeft geconstateerd dat de heer Wilders de wet heeft overtreden in zijn uitspraken. Daarmee vind ik de heer Wilders geen crimineel. Ik vind wel dat de heer Wilders in het proces alle gelegenheid ook heeft gehad om zijn kant van de zaak te doen. Er is extra onderzoek ingesteld naar aanleiding van beschuldigingen die de heer Wilders deed aan de kant van het OM en het kabinet. En ik vind dat het passend is in de rechtsstaat dat die uitgebreid zijn onderzocht. Uiteindelijk is het dan een onafhankelijke rechter die een oordeel velt. En in dit geval heeft veroordeeld dat een aantal punten de heer Wilders niet de wet overtreden heeft en op één punt wel. Is de rechter wel gewend dat degene die veroordeeld wordt het daar niet mee eens is. Maar ik denk dat in een echt corrupt land het niet zo gegaan was. En dat u alle ruimte heeft gehad ook uw kant van de zaak te doen en te bespreken en de nuances aan te brengen. Dat maakt natuurlijk niet dat u het eens hoeft te zijn zelf als veroordeelde met de uitspraak van de rechter. Maar diezelfde principes zou ik ook willen toepassen. U zegt over Marokkanen hebben meer gedaan voor het slechte beeld van Marokkanen dan u. En dan noemt u voorbeelden terecht waarbij Nederlands van Marokkaanse komaf oververtegenwoordigd zijn in rellen, in die wijken die we hebben gezien, waar ook andere wijken waar zij dat dan niet waren. Maar goed, de voorbeelden die u noemt kloppen en die zijn slecht. Maar u noemt daarmee wel alle Marokkanen. Bent u het met me eens en kent u die wellicht ook gewoon Nederlanders van Marokkaanse komaf die zich gewoon aan de wet houden en een volledig positieve bijdrage leveren aan deze samenleving? De heer Wilders. Nou ja, eerst het eerste, voorzitter. Kijk, die rechter is niet onafhankelijk. Onze rechtsstaat is failliet. Ik vertrouw totaal niet meer op die onafhankelijke rechter. En dat is omdat als die rechter met al dat materiaal wat heel Nederland de afgelopen jaren heeft kunnen zien, van briefjes van die minister die zegt van dit moet geheim blijven, tot en met in die ministerraad besproken, tot en met het OM helpen met verweren. Nou, noem maar op. Je kan het zo gek niet verzinnen. Het is bij mij allemaal gebeurd dat het bij een ieder ander van u niet was gebeurd. Bij mij is gebeurd. En als die rechter echt onafhankelijk was geweest, dan had hij daar een streep door gezet. Dan had die rechter gezegd, het is een politiek proces. Dan was hij niet eens toegekomen aan de vraag of er strafbare feiten zijn gepleegd of niet. Dat had die rechter natuurlijk moeten doen. Maar die rechter die durfde dat niet. Want die leefde in een klimaat dat hij dat niet kon doen. Die dacht misschien dat het kabinet erop zou vallen of dat zijn carrière in de weg stond. Maar iedere rechter die onafhankelijk was, had met deze feiten in een rij, als die eerlijk was geweest, had die gezegd, dit is een politiek proces. Ik verklaar het Openbaar Ministerie, zoals dat met een duur woord heet, niet ontvankelijk. Dat heeft hij niet gedaan. En daarmee is de onafhankelijke rechtspraak, nota bene tegen de leider van de oppositie in Nederland. Moet je zich voorstellen in welke landen dat normaal gebeurt. Tegen de leider van de oppositie zegt de premier, ik ga je partijtje decimeren. Zegt de minister van Justitie, hij loopt ons voor de voeten. Ambtenaren hebben dat gehoord en bij de notaris verklaard dat de heer Opstelte dat zei. Ambtenaren hebben zich bemoeid met mijn proces, hebben het Openbaar Ministerie geholpen. Ja, voorzitter, dit is toch te verschrikkelijk voor woorden. Dat komt toch normaal, komt dat in weet ik wat voor bananenrepubliek komt dat voor. Dat is hier gebeurd. En ook u vind ik het jammer dat u het niet voor mij heeft opgenomen. U had moeten zeggen, nog los van wat de heer Wilders heeft gezegd, nog los van of ik het ermee eens ben of niet, nog los of ik dat een strafbaar feit vind of niet, hoe dit is gegaan, is gewoon politiek. Mijn partij, de VVD, heeft zich hier schandalig de heer Wilders behandeld. Dat had hij moeten doen. U heeft mij in de steek gelaten, zoals de hele Kamer mij in de steek heeft gelaten op de heer Bodenna. De hele Kamer mij in de steek heeft gelaten. En dat neem ik u kwalijk. Dat neem ik u collegiaal, maar ook naar de rechtsstaat neem ik dat kwalijk, want het kon niet wat er is gebeurd. Nu uw tweede vraag. Nee, ja, natuurlijk. Ja, dat was nog een tweede vraag. Eigenlijk klopt. Misschien de eerste vraag, maar ik wilde toch even op het eerste reageren. Natuurlijk zijn er ook, ik kom er ook later in mijn tekst op terug, natuurlijk zijn er ook Marokkanen die de wet niet overtreden. Maar feit blijft wel dat Marokkanen 6 keer vaker crimineel zijn, 6 keer vaker een misdrijf plegen, dat Marokkanen 12 keer vaker in de gevangenis zitten. Nou, ik kan hier nog heel wat statistieken, die oververtegenwoordiging kent geen grenzen. Ik heb vorig jaar hier gezegd, het gif
van de Marokkaanse terreur zit tot in de vezels helaas van onze samenleving. En daar moeten we wat aan doen. Natuurlijk geldt dat niet over alle Marokkanen. Dat heb ik ook eerder gezegd. Maar we moeten het wel benoemen. En als iemand in die context de vraag stelt, wilt u meer of minder Marokkanen waar miljoenen Nederlanders het mee eens zijn, althans het antwoord zouden geven ja, om daar een politicus, de leider van de oppositie, dat debat hoort hier thuis in de Tweede Kamer, om dat met een politiek spel van de VVD zo iemand voor de rechter te dagen en veroordeeld te krijgen, is toch het einde van de rechtsstaat. De heer Dijkhoff. Ja, voorzitter. Kijk, de heer Wilders, die zit natuurlijk in zijn eigen gelijk en dat snap ik. En dan gaat hij verwijten maken. Nou, misschien heb ik dat. Dat is wel vaker. Ik ben er volledig van overtuigd dat u overtuigd bent van uw eigen gelijk. En daar gaat geen rechter iets aan doen. Maar het is ook niet aan mij om daar een oordeel over te vellen als het onder de rechter is. En gelukkig leven we in een rechtsstaat waarbij alle verweren, alle argumenten die u heeft aangedragen, alle verzoeken om informatie, alle dingen die u zelf en uw advocaat hebben ingebracht door de rechter zijn getoetst. En een onafhankelijke rechter kan zich ook niet laten gijzelen doordat een andere uitkomst hij zou moeten geven omdat u anders gaat zeggen dat hij corrupt is. Een onafhankelijke rechter moet dat zelf doen. En ik kan me heel juridisch heel goed voorstellen dat dit vonnis is geveld. Puur juridisch. Want dat is wat de rechter moet doen. En de consequenties voor de politieke kant van de zaak, dat is niet aan de rechter. En die horen daar ook geen rol in te spelen. En die hebben daar volgens mij ook geen rol in gespeeld. Ik vind wel dat als u heeft gelijk met die oververtegenwoordiging en die problemen te benoemen. Maar met die problemen benoemt u... De heer Wilders benoemt... Ik ben wel de laatste die dat zou doen. De heer Wilders benoemt die problemen wel op een manier die een samenhang tot oorzaak maakt. En de vraag is natuurlijk niet of het alleen maar over een oververtegenwoordiging is, maar komt het dan ook daardoor? Komt het doordat mensen Marokkaan zijn dat ze vaker in die rijtjes voorkomen? En dan ook een vraag, voordat je de hele noemer Marokkanen gaat noemen en zeggen ze moeten wat minder zijn, is het 6% vaker dan andere groepen? Of is het ook de meerderheid van de Nederlandse landers van Marokkaanse komaf? Kijk, doel, daar kun je nog nuance aan brengen, maar dan begin je in punten te hebben. Ik vind dit gewoon, je moet problemen benoemen. Dus als er Nederlanders met Marokkaanse achtergrond in een wijk de boel onveilig maken, moet je dat gewoon zeggen. Het is gewoon tuig, hard aanpakken, rechtsstaat, wet overtreden, veroordelen. Wie het ook is. En als dat niet zo is, of als het niet de hele groep is, ja, dan gooi je er toch iets van een insinuatie bij. Een bijsmaak bij die meer is dan alleen de feiten. En die ook gewoon mensen die hun best doen wegzet. En die ook ertoe leidt dat mensen die hun best doen aangekeken worden op de daden van andere mensen die toevallig voorouders in hetzelfde land hebben. En zelf de fout niet in zijn gegaan. Zij zijn ook niet verantwoordelijk voor die medemens. Ja, maar in welke wereld leeft u in hemelsnaam? Meneer Dijkhoff, waar komt u vandaan? Van welke planeet komt? Heeft u wel eens naar Opsporing Verzocht gekeken? Heeft u wel eens, gewoon een heel simpele vraag, heeft u wel eens dat programma gezien, Opsporing Verzocht? Ik bedoel, dat bijna zendtijd politieke partijen van de PVV kunnen zijn. Maar heeft u er wel eens naar gekeken? Alleen maar, nou misschien per uitzending één of twee mensen niet, alleen maar Marokkanen die mensen bij een pinautomaat overvallen, die mensen thuis ouderen in elkaar rammen tot bloedens toe en een beroven. Alleen maar Marokkanen. Ga eens op straat kijken, ga eens op het strand kijken, ga eens in de... Ik bedoel, natuurlijk zijn er ook Nederlanders die criminele daden plegen. En natuurlijk zijn er ook anderen dan Marokkanen die crimineel gedrag vertonen. Maar die Marokkanen zijn oververtegenwoordigd in de criminaliteit. En je ziet het over... Ga eens hier in Den Haag op koofavond. Ga eens door de stad lopen. Ga eens de HEMA inlopen. Loop eens hier over het plein. En doe dat in alle andere steden, grote steden van Nederland. U zult het zien. Dat ik zeg, is niet overdreven. Mensen ervaren dat iedere keer weer. En het zal toch niet kunnen dat een politicus die op een verkiezingsbijeenkomst, nota bene, een vraag stelt waar blijkt 43% van de Nederlanders, dat zijn 7, 8 miljoen mensen, het mee eens zijn. Dat die vanwege een politiek spelletje van uw partij en uw voormalige minister, ik zal het u zelf niet aanrekenen, maar wel uw partij en uw minister zorgt dat er iemand voor de rechter komt. In een politiek proces. Dat is toch een grote schande. En waar was u? Waar was u allemaal toen ik daar stond? U had het voor mij moeten opnemen. Ik zeg u, ik had het voor u allemaal wel opgenomen als het u was gebeurd. En dan niet voor wat u had gezegd of gedaan, ook dat trouwens, maar vooral vanwege de smerigheid van het politieke proces. Ik had steun verwacht van mijn collega's, dat heeft u niet gedaan en dat is kwalijk. De heer Segers. Mevrouw de voorzitter, ik vind het een ongemakkelijk moment. De heer Wilders spreekt over Marokkaanse terreur, heel categorisch, over gif zelfs. En dat op een moment dat we onder het voorzitterschap van iemand staan die zelf van Marokkaanse afkomst is, die ons land dient, die dit instituut dient
En om dan zo categorisch over een hele groep te spreken, dat is precies het probleem. U legt niet de vinger bij de zere plek. Maar u scheert iedereen over één kam, inclusief mensen die hier in deze zaal zitten. En ik vind het pijnlijk en ik ga het maar gewoon een keer hardop zeggen. Dit moet u echt niet doen. Dit moet u zo niet doen. U mag problemen benoemen. U mag de vinger bij de pijn leggen. Maar niet zo. En niet op deze manier. En niet op dit moment. En niet in deze context. Dan nog een keer over uw kwalificatie. Dictatuur. Bananenrepubliek. Als ik dat hoor, dan denk ik eerlijk gezegd eerder aan Rusland, waar een oppositieleider vergiftigd wordt en waar die door Duitsland met een vliegtuig moet worden weggehaald en een veilig heenkomen moet zoeken in een ander land. Maar dan denk ik niet aan Nederland. Ik wel. En u spreekt op een manier over Nederland die niet recht doet aan wat het is, aan wie wij zijn. U heeft hier alle vrijheid om te zeggen wat u wilt en u spreekt over een nep-parlement. U heeft alle vrijheid om zich te verdedigen voor een rechter. U heeft alle vrijheid om in hoger beroep te gaan en het oordeel aan die rechter over op zijn bordje te leggen. En u bekritiseert de rechter. En u bekritiseert een minister, u bekritiseert een kabinet, de uitvoerende macht, terwijl die voor uw eigen veiligheid zorgen. In een dictatuur was u niet beveiligd. Er is niemand die ooit kritiek heeft gehad op uw beveiliging. Er is niemand die geen kritiek heeft op het feit dat u bedreigd wordt, die daar geen moeite mee heeft. Iedereen in dit huis vindt het verschrikkelijk wat u ten deel valt. Maar als wij in een dictatuur hadden geleefd, als wij in een bananenrepubliek hadden geleefd, had u hier niet in vrijheid gestaan en was u niet beveiligd door de minister die u nu zo bekritiseert. Nou, voorzitter, ik ben al 16 jaar geen vrij man meer. Dus waar de heer Segers die onzin vandaan haalt, zal ik maar even naast mij neerleggen, want het is te walgelijk voor woorden wat hij nu allemaal zegt. Maar ik zeg u één ding. U heeft makkelijk praten. U heeft makkelijk praten, u komt uit uw bankje naar voren en u zegt even van nou, dat is allemaal mooi en aardig, wat doet hij allemaal? Ik heb daar 6 jaar gestaan. Ik heb 6 jaar lang, terwijl ik hier mijn werk had moeten doen, hè, ik ben gekozen door 1,5 miljoen mensen, kunt u alleen nog maar van dromen, 1,5 miljoen mensen hebben op mij gestemd en die verwachten dat ik hier in de zaal zit en dat ik hier mijn werk doe. Dat ik hier gewoon wetten behandel, dat ik voorstellen doe, dat ik denk zelfs dat de minister-president het daarmee eens is, dat ik de regering controleer. Dat is mijn taak als Kamerlid. En ik heb 6 jaar lang, heb ik vaak meer in de rechtbank en bij het gerechtshof gezeten, in die beveiligde bunker op Schiphol, waar normaal alleen maar de criminelen voor MH17 en de mokromafia staan. Daar zat Geert Wilders. Gisteren, de dag ervoor, zat de mokromafia daar en de dag daarna zaten de verdachten, althans die waren er niet, maar voor MH17 daar. En daartussen zat de leider van de oppositie in Nederland. Hoe klinkt dat, meneer Segers? Klinkt dat niet een beetje à la Rusland? Dat ik daartussen zit als voor het parlementariër die alleen een vraag heeft gesteld over Marokkanen. En ook u moet zich schamen dat u, dat u het niet voor mij heeft opgenomen. U zit mij hier nou de les te lezen. Ik zal u zeggen, als u was gebeurd wat mij was gebeurd, dan had u er al lang niet meer gezeten. De heer Segers. Mevrouw de voorzitter, iedereen moet rekenschap geven van de woorden die hij bezigt en de daden die hij doet. Dat geldt voor de heer Wilders, dat geldt voor mij. Als ik de wet overtreed, dan moet ik er ook staan. Moet ik het ook verdedigen. En de vraag was of u de wet had overtreden. Er is maar één iemand die dat kan beoordelen. Dat is de rechter. En u kunt nog een keer een hoger beroep. En u kunt nog een keer naar de Hoge Raad. En als u wilt, kunt u nog een keer naar Straatsburg. Nou, is de vrijheid die u heeft. Maar nog een keer. U heeft de vrijheid om te zeggen wat u wilt. En u bekritiseert een land en spreekt over een dictatuur. En vergelijkt het met Rusland, terwijl daar een oppositieleider vergiftigd wordt. En hier wordt u beveiligd. Het is toch diezelfde overheid, diezelfde rechtsstaat die u de vrijheid geeft. Die u de veiligheid geeft. Die u de bescherming biedt die u, waar u ook recht op heeft. En dat zal ik tot mijn laatste snik verdedigen. Maar dat is toch diezelfde rechtsstaat. Dan kunt u toch niet spreken over een dictatuur. U heeft mij ook... ik ben juridisch vergiftigd. En u heeft daaraan meegeholpen. Want u bent niet opgestaan en heeft gezegd, dit is een politiek proces, dat deugt niet. En ik heb daar 6 jaar lang gestaan. En dat is mijn punt, voorzitter. Ik had er nooit moeten staan. Ik had er nooit mogen staan. En als u het dan zo even over de rechtsstaat, waar was u toen de heer Grapperhaus de wet overtrad? En toen de heer Grapperhaus zei van nou, ik geef mensen lekker een boete. Ik geef bedrijven tot 10.000 euro een boete. Ik schrijf 300 euro boetes uit aan iedereen op straat die ook maar een 30 centimeter te dicht bij elkaar komt. En de heer Grapperhaus bood er excuses aan. En u zei, het is prima. Het is prima. U heeft geen motie van afkeuring of wat dan ook gesteund. En waar was u met meneer Akwasi? De heer Akwasi die roept dat de Sinterklaas moet worden geëxecuteerd. Dat die Zwarte Piet voor zijn gezicht gaat trappen als hij hem tegenkomt. En die nu als een vrij man gewoon weggaat. Dat is toch oneerlijk? Ik heb een vraag gesteld en ik sta 6 jaar voor de rechter. En waar was meneer Segers? Meneer Segers was er niet. Ik weet niet wat u zat te doen, maar u heeft niet u zich daarover uitgesproken. U heeft een collega laten vallen.
de leider van de oppositie. En u heeft de mensen, de minister die uw vriendje was, waarvan u in de coalitie zat, heeft u weg laten komen met een slap excuus. En over de Akwasi heb ik u niet gehoord. U heeft een gebrek aan ruggengraat. Tot slot, de heer Segers. Maar voorzitter, ik vraag het nog één keer. Die verschrikkelijke rechtsstaat en die verschrikkelijke dictatuur en al die vreselijke benamingen die de heer Wilders nu gebruikt voor ons land. Dat is toch diezelfde rechtsstaat die hem de veiligheid biedt, die hem beschermt. Ik vind het verschrikkelijk dat u bedreigd wordt. Ik vind het verschrikkelijk wat u ten deel valt. En het is zwaar onrecht dat er nationaal en internationaal dreiging in uw richting is. En ik zal altijd uw veiligheid, altijd uw vrijheid verdedigen. Dat altijd. Doe u niet. Dat, dat u doe niet. Ik wel. Dat doe ik wel. U heeft daar recht op. En tot uw laatste snik mag u zeggen wat u wilt zeggen. Totdat u de grens van de wet overtreedt, dan ben ik niet degene die moet oordelen, maar als de rechter. Maar nog één keer, die rechtsstaat die u zo verschrikkelijk vindt, dat is toch diezelfde rechtsstaat waarmee u overlegt over bescherming. Dat is toch diezelfde rechtsstaat die u de veiligheid biedt, die alles doet om u aan het woord te laten, om u te laten zeggen wat u wilt zeggen. Voorzitter, dat is geen rechtsstaat. Dat is ervoor zorgen dat ik niet word afgeschoten. Zonder DKDB, zonder politie zou ik vanavond worden doodgeschoten, meneer Segers. U kunt zich dat niet voorstellen, maar voordat ik thuis ben, heb ik 3 keer een kogel in mijn rug. Dat is wat er gebeurt. En om dat nu voor een politiek spelletje te gebruiken, dat is te smerig voor woorden wat u doet. De heer Pieter Heerma. De heer Wilders heeft in zijn betoog het steeds over Marokkanen. Feit is dat hier heel veel Nederlanders wonen van Marokkaanse afkomst. Die zitten hier in de Kamer. Die zijn burgemeesters van grote steden. Ze zijn Kamervoorzitter. En ja, er zijn jongeren die over de streep gaan. En er is niemand in het parlement die daarvan zegt. Daar hoeft niks aan te gebeuren. Als criminele Nederlands-Marokkaanse jongeren over de wet overtreden, moeten ze aangepakt worden. Dan moeten onze jongeren, want het zijn Nederlandse jongeren, die moeten aangepakt worden. Die moeten bestraft worden. Maar als de heer Wilders het heeft over de verkeerde lijstjes, zijn er ook andere verkeerde lijstjes. Namelijk geen kans maken op een stage, afgewezen worden op een baan, niet de discotheek in mogen. En je moet er invechten in de Nederlandse samenleving, terwijl je minder kansen krijgt, omdat er stigma's en vooroordelen zijn die niet op jou persoonlijk van toepassing zijn, maar op een andere groep. Komt de heer Wilders ook op voor deze jongeren, die ook onze jongeren zijn? Maar voorzitter, ik kom in eerste instantie gewoon op voor die Nederlander die last heeft van de Marokkanenproblemen. En dan kan het CDA wel weer meteen discriminatie en uitsluiting en stageplekken, weet ik wat allemaal voor dingen erbij halen. Dat is niet mijn punt. Wat we in Nederland altijd doen, dan hebben we een probleem en dan gaan we er allemaal kleine dingetjes omheen verzinnen. En dat wordt dan in één keer het thema. Ik heb gezegd, en dat is het probleem van Nederland, is dat we een groot ontzettend probleem hebben met Marokkanen in Nederland. Die overal zijn oververtegenwoordigd. En u zegt wel dat ze moeten worden aangepakt. Dat is nou juist het probleem. Ze worden niet aangepakt. Heeft u het gezien in de Schilderswijk? Heeft u het gezien in Kanaleneiland? Zo de politie wordt bekogeld met stenen. Ze stelen auto's in de fik. En ze komen ermee weg. De politie trekt zich terug. De politie pakt er misschien 2 of 3 op. En zelfs die mensen die ze op hebben gepakt, tot grote ergernis van de politie zelf, staan de dag daarna of dezelfde dag staan weer buiten. Terwijl die agent nog de administratie van de arrestatie zit te doen, staan ze alweer buiten. Dus die Marokkanen die komen ermee weg. En daarom gebeurt het ook iedere keer opnieuw, omdat we in Nederland ze niet straffen. Dat doen ze niet. We pakken ze niet aan, maar ze komen ermee weg. En dat is het probleem. En dat heeft helemaal niets met stageplekken te maken. De heer Heerma. Nou, de heer Wilders maakt sowieso een vrij grote denkfout, want ze kunnen alleen maar in staartjes van criminaliteit terechtkomen omdat ze wel aangepakt worden. Dus het feit dat ze hoog scoren bij bepaalde vormen van criminaliteit komt omdat ze wel aangepakt worden. Maar toch, als je het hebt over die jongeren die daadwerkelijk tegen barrières aanlopen, omdat ze gediscrimineerd worden, omdat diegene die die stage aanbiedt denkt, hé, ik heb hier Wilders in de Kamer nu zo vaak horen zeggen dat we een Marokkanenprobleem hebben, die Marokkanen die wil ik geen stage geven. Dan heeft de heer Wilders toch hier als vertegenwoordiger in het Nederlands parlement ook een plicht om daarvoor op te komen. Om jongeren die geen kansen krijgen omdat ze gestigmatiseerd worden, onze jongeren die hun stinkende best willen doen om te zeggen, die stagediscriminatie die wil ik niet. Die discriminatie bij een discotheek wil ik niet. Op de arbeidsmarkt die wil ik niet. Maar voorzitter, het kan toch niet zo zijn dat waar we een discussie hebben over het Marokkanenprobleem, waar ik in een politiek proces voor ben veroordeeld, dat u dat terugbrengt tot een stageplek. Dat maakt u uw eigen, denk alstublieft ook aan uw eigen geloofwaardigheid. Niemand hier in huis is voor discriminatie. Ik heb bij het discriminatiedebat ook gezegd dat als het voorkomt, ik natuurlijk tegen discriminatie ben. Maar er is geen groot discriminatieprobleem in Nederland. Nogmaals, ik heb net, volgens mij was het bij de heer Azarkan of een ander, de cijfers gebruikt. Vorig jaar, 2000
2019 waren er 123 meldingen over discriminatie bij het Openbaar Ministerie. Dat is bijna niets. Dat zijn er natuurlijk nog 123 te veel, maar dat is niets. Dus kom nou niet bij mij aan dat we een probleem hebben met Marokkaans tuig, criminelen die hier de boel onveilig maken, en dat dat ongeveer gelijk staat aan een stageprobleem. U maakt zichzelf totaal belachelijk daarmee. Ik zie u staan, meneer Azarkan. U bent net uitgebreid aan de geweest. U heeft geïnterrumpeerd. De heer Wilders heeft ongeveer 2,5 minuten gesproken en bijna 40 minuten geïnterrumpeerd. Dus ik wil eigenlijk de heer Wilders vragen zijn betoog te vervolgen, en dan krijgt u daarna de gelegenheid om te interrumperen. Goed, voorzitter. Ik zei dus al dat je, als je niet doet wat de elite wil, dat je dan, zoals ik zelf, de dappere blokkeerfriezen, de boeren, dat je dan de wereld en het leger en de rechters op je afgestuurd krijgt. Maar als je behoort tot de linksliberale elite, dan is alles oké. Ben je van de Partij van de Arbeid, dan mag je ook alles zeggen over Marokkanen. Dat ze een etnisch monopolie hebben op overlast. Dat ze moeten worden vernederd. En ben je minister van Justitie, dan mag je het volk een 1,5 meter dictaat opleggen, maar er zelf totaal lak aan hebben. Toch, meneer Grapperhaus, heb ik in mijn tekst staan, maar ik zie hem helaas niet zitten. Toch, meneer Grapperhaus, wat geld storten op de rekening van het Rode Kruis, een paar keer sorry zeggen voor de camera en klaar is Kees. En ben je tegen Zwarte Piet en is je naam Akwasi en roep je op tot bruut geweld en moord en wil je een aanslag plegen en Sinterklaas executeren, dan word je een woordkunstenaar genoemd door Jesse Klaver van Gewelddadig Links. Dan word je gematst door het Openbaar Ministerie en dan zegt het Openbaar Ministerie dat je een voorbeeldfunctie hebt. Dan word je zaak geseponeerd. En weet je waarom, mevrouw de voorzitter? Omdat de officier van justitie die besloot Akwasi niet te vervolgen, zelf een activisten blijkt te zijn die tot voor kort samenwerkte met een kick-out Zwarte Piet-activist, een vriendje van Akwasi, in het bestuur van het meldpunt Discriminatie Amsterdam. Ze werkten jarenlang samen en daarom werd Akwasi niet vervolgd. En ja, inderdaad, zo ziet corruptie er dus uit, mevrouw de voorzitter. Een politicus van de PVV die een vraag stelt over Marokkanen staat 6 jaar voor de rechter en wordt veroordeeld voor belediging, maar een anti-Zwarte Piet-activist die oproept tot moord, geweld en executie wordt door het OM, dat samenwerkt met een van zijn vriendjes, met rust gelaten en gematst. Het Openbaar Ministerie is een broedplaats van linkse activisten en de rechterlijke macht wast met één pennenstreek al die corruptie wit. Moeder, voorzitter, het lijkt op een samenspanning die een misdaadserie niet zou misstaan. Vrouwen, Justitia is niet blind, maar bedrijft vriendjespolitiek. De willekeur heerst. Maar ik zeg tegen u allemaal, mensen pikken dit niet meer. Ze komen in verzet. En dat verzet zal steeds massaler worden. En ik beloof ook één ding. En al die PVV-hatende rechters, officieren van justities, burgemeesters, ministers en al die ambtenaren van justitie die mij bij mijn veroordeling hebben geholpen. U krijgt mij nooit klein. Nooit. Ik ben sterker dan u allemaal bij elkaar. Ik sta inderdaad op die dodenlijsten van Al-Qaeda en de Taliban. En ik heb inderdaad 2 fatma's over me uitgesproken gekregen van een Pakistaanse geestelijke. En helaas zijn er 1000 moslims in binnen- en buitenland die me met de dood hebben bedreigd. En ja, ik woon al 16 jaar als een halve gevangene nog voordat de rechter me veroordeelde in een safehouse. Maar ik sta hier nog. En ik sta hier met opgeheven hoofd en met meer energie dan ooit. En ik zal nooit opgeven. Ik zal altijd blijven vechten tegen uw willekeur, tegen uw smerige politieke spelletjes. Ik zal altijd blijven vechten voor Nederland, voor onze vrijheid en veiligheid en dus tegen die islamisering en ja, ook tegen de Marokkanisering van ons land. En voorzitter, ik ben niet alleen. Vergis u niet, ik doe dat samen met al die geweldige PVV'ers hier in de Tweede Kamer en in de rest van het land. Maar ook samen met miljoenen Nederlanders die schoon genoeg van u hebben en nooit zullen opgeven. En tenslotte op dit thema, mevrouw de voorzitter, zeg ik u, we worden met iedere aanval tegen ons alleen maar sterker, sterker en nog eens sterker. En dat zult u volgend jaar maart allemaal zien. Dan heb ik de heer Azarkan en de heer Jetten. De heer Azarkan.
Voorzitter, ik kan me niet goed voorstellen hoe het is om 16 jaar beveiligd te worden. Om 16 jaar angst te hebben dat je gedood wordt om een fatwa te horen uitgesproken worden over je, een Al-Qaeda. Maar voorzitter, ik zie wel dat de heer Wilders het daar terecht moeilijk mee heeft. Ik vind de richting die hij opgaat, die vind ik in dit kabinet, of die vind ik in dit parlement wel pijnlijk. Namelijk is dat hij de hele wereld, heel Nederland wegzet als zijn vijand. In 2010 is de heer Wilders vrijgesproken. De rechter zei toen, het is denigrerend, het is grof wat u zegt. De heer Wilders zei, dat doe ik expres, dat moet kunnen, maar het mag. En de rechter die vond dat de heer Wilders die vrijheid had. En toen zei hij, dit is een overwinning. Hij had complimenten voor die rechters. Dit is een overwinning voor de vrijheid om te kunnen zeggen wat ik wil. Mijn vraag aan de heer Wilders is, waren die rechters in 2010 ook corrupt? Was er toen ook sprake van een failliet Nederland? Ja, zeker. Eén rechter, zeker. Want wat het verschil, ik ben toen vrijgesproken, maar u vergeet de helft van het verhaal te vertellen. Het was trouwens geen uitspraak, maar het was een film, een korte documentaire genaamd Fitna. Ik raad iedereen aan daar nog eens heel goed naar te kijken, die ik had gemaakt en waarvoor ik ben vervolgd. En wat was daar gebeurd, en dat vertelde u niet, en daaruit blijkt dat het toen al corrupt was. Daar bleek toen dat een rechter, dat die, mijn oud-collega, helaas overleden, Hans Jansen, dat een rechter, ik zal zijn naam hier niet noemen, dat die een Hans Jansen, die voor mij getuige was, tijdens een etentje heeft proberen te beïnvloeden. Het was een CDA-rechter trouwens. Het was een rechter van het CDA. De man was lid van het CDA. En die CDA-rechter die heeft geprobeerd om voordat de heer Jansen als getuige werd gehoord, heeft geprobeerd om tijdens een etentje mijn getuige te beïnvloeden. Een rechter van het Hof. Die had besloten dat ik toch moest worden vervolgd. En gelukkig hebben we dat naar boven weten te krijgen. Gelukkig hebben we dat samen met de media en mijn toenmalige advocaat, de heer Bram Moscovic, hebben dat in het verhoor van die meneer boven tafel gekregen. En hij heeft ook zijn ontslag ingediend. Hij is vertrokken. Maar toen al, en men kon natuurlijk toen ook niet anders meer dan mij vrijspreken. Maar die corruptie zat tot in het diepste van de vezels van het Wilders 1-proces. De heer Azarkan. Voorzitter, als de heer Wilders dat dan eigenlijk toen al vond en hij vindt het nog steeds, dan gaat hij toch in cassatie. Hij vertrouwt er dan op, hij legt zijn zaak wederom voor en hij vertrouwt erop dat hij eerlijk wordt gehoord. Als die uitspraak nou weer in zijn nadeel is, zijn het dan nog steeds corrupte rechters? En als die uitspraak in zijn voordeel is, deugt het dan? Voorzitter, wat hier tot nu toe is gebeurd, wordt niet weggepoetst door deze rechters. En natuurlijk ga ik tot het uiterste. Ik ga vanavond ook weer in de auto's van de DKDB naar huis. Ik zou liever naar mijn eigen huis gaan. Ik ga weer naar het safehouse, want ik heb geen keuze. Ik doe dat. Ik moet dat. Ik moet door. En datzelfde geldt voor natuurlijk voor deze uitspraak. Dat is een verschrikkelijke uitspraak. En natuurlijk gebruik ik alle middelen die ik heb om te zorgen dat het ongedaan wordt gemaakt. Maar dan nog, wat de uitspraak ook zal zijn, wordt niet weggepoetst wat hier is gebeurd. In het eerste proces, waar een rechter een getuige probeerde te beïnvloeden, een CDA-rechter. In het tweede proces, waar vervolgens, nou ja, u weet, de hele VVD en al die ambtenaren en ministers hebben geprobeerd het Openbaar Ministerie te beïnvloeden. Natuurlijk poets ik dat niet weg, wat de uitkomst het wordt. En ik zeg, u gaat er maar aan staan. Bij elkaar is dat 10 jaar processen voor iemand die niets gedaan heeft wat niet deugt. Tot slot, de heer Azarkan. Ja, voorzitter, tot slot. Ik vind het ongeloofwaardig en ik vind het echt niet kunnen dat de heer Wilders heel selectief shopt. Namelijk net doet alsof onze rechtsstaat een soort, nou ja, wat zal ik zeggen, een soort febo-vestiging in Venlo is waar je naartoe gaat en dan eruit haalt wat je prettig vindt. En in het geval van de heer Wilders vaak de slachtofferrol, maar realiseer me dat is een wat slechte grap onder deze omstandigheden. Maar voorzitter, ik heb er echt moeite mee. Ik heb er moeite mee dat hier iemand staat en dat deed hij net nog een keer. En dat deed hij ook toen we heel veel problemen hadden met AZC's. Dus dat hij eigenlijk zijn volgelingen oproept om in verzet te komen. Ik heb moeite mee dat iemand hier staat, trouw heeft gezworen aan onze grondwet, onze democratische rechtsstaat, terwijl hij hem zelf uitholt. En voorzitter, ik vind dat pijnlijk. En ik vind dat Wilders daar echt mee moet stoppen. Ik zou zeggen, wend er maar aan. De heer Jutten en dan de heer Baudet. Ja, voorzitter, dubbele standaarden in ons rechtssysteem, daar heeft de heer Wilders het over. Maar als er iemand hier in deze Kamer is die dubbele standaarden hanteert, dan is hij het wel. Want als in bijvoorbeeld Rotterdam mensen toeterend door de straat rijden met vlaggen zwaaien en het verkeer ontregelen, dan heeft de heer Wilders het over toeterturken die terug moeten naar hun eigen land.
maar als blokkeervriezen of protesterende leden van Farmers Defence Force toeterend over straat rijden, met vlaggen zwaaien, het verkeer ontregelen, agenten bedreigen, een minister met de dood bedreigen, Kamerleden met de dood bedreigen. Dan staat de heer Wilders bovenop een tractor te applaudisseren en die intimidatie aan te moedigen. Dubbele standaarden, de heer Wilders, die zijn van u. Nou, ook dat is natuurlijk, mevrouw de voorzitter, leuk gevonden. Ik zie ook dat u dat van dat briefje, goed dat uw collega dat even voor heeft opgeschreven. Komt blijkbaar niet uit uw hoofd. Maar toch, het klopt niet. Het is helemaal niet waar. Ik heb me altijd tegen, weet u, dat u nou suggereert dat ik, of het nou boeren zijn of anderen die mensen met de dood bedreigen, dat ik dat goed vind als er nou iemand, ik krijg dat misschien wel 100 per dag, of per week, als er nou iemand weet wat doodsbedreigingen zijn en wat die aandoen, dan alsjeblieft, u mag heel ver gaan in de politiek, maar wrijf mij niet aan dat ik het goed zou vinden. Ik heb het gezien, de fractievoorzitter van GroenLinks, wat je ook ervan vindt, dat deugt natuurlijk niet. Niemand hier, of het nou Jesse Klaver is, of Klaas Dijkhoff, of Geert Wilders, niemand hier mag door wie dan ook, wanneer dan ook, bedreigd worden. Ik heb daar geen dubbele moraal. Ik vind dat allemaal even erg, meneer Jetten. Voorzitter, dat is ook allemaal even erg, maar het gaat niet alleen maar om die doodsbedreigingen. Het gaat ook om wat je in de openbare ruimte voor een rotzooi veroorzaakt. Dat je agenten het werk ontneemt, dat je ambulances blokkeert op de weg. Dat je, kortom, mensen intimideert en onze samenleving ontregelt. En of dat nou jongeren zijn in een Haagse of een Utrechtse wijkje dat doet, of dat het blokkeervriezen zijn op een snelweg, of boeren op het Malieveld die zich niet aan de regels van fatsoenlijk demonstreren houden, voor iedereen moeten dezelfde regels gelden. Ja. En de heer Wilders had het net over willekeur, mevrouw de voorzitter, maar willekeur, de enige hier in deze Kamer die willekeur toepast, is de heer Wilders. Want je mag in dit land van hem alleen de wet overtreden als je het met de PVV eens bent. Nee, mevrouw de voorzitter, dat is precies andersom. Dat is juist de stelling van mijn verhaal. Als je de mening hebt van u en van de VVD en van het CDA, van de, dus één grote kliek, zeg maar, van de coalitie of van de politieke midden of hoe je het ook allemaal noemt. Als je die mening hebt, dan mag het allemaal. Dan mag het. Ja, u ziet, de heer Grapperhaus komt ermee weg, terwijl hij de eigen wet heeft overtreden. En u was ook stil. U stond ook te klappen. U zei ook niet van, nou, die moet weg, die minister. U vond het prima. En die Akwasi, die een vriendje heeft in het bestuur van Amsterdam, waardoor die met die officier van justitie kan dealen, die hem in één keer niet vervolgt, dat is ook klasse justitie. Hoor ik u ook niet over. Dus mijn stelling is juist dat als je het eens bent met het kabinet, als je in het kabinet zit, zoals minister Grapperhaus, of als je iets doet tegen discriminatie, wat Akwasi doet met een vriendje met de officier van justitie, dan mag het. Dan zegt Nederland van, dan zegt de elite, prima, doe maar. Maar denk je iets anders, wil je als blokkeervries opkomen voor je eigen cultuur, dan wordt er DNA van je afgenomen verplicht. Gelukkig is het ongedaan gemaakt, las ik gisteren, maar moet er DNA van je worden afgenomen. Ben je een boer die wil opkomen voor zijn eigen bedrijf, dan wordt het leger ingezet hier in Den Haag. Dan staat overal het leger, komen wij ineens de Tweede Kamer maar uit. Nog los van wat er allemaal gebeurt, als de wet wordt overtreden, daar zult u mij ook over horen, maar dat gebeurt. Dus de oneerlijkheid zit er juist in, dat als je maar bij de club van D66 en de VVD hoort, dan mag het allemaal, dan heb je een aparte mening. Dan word je gepakt, dan word je juridisch gepakt, dan wordt het leger ingezet, dan moet je je DNA afstaan, dan word je gecriminaliseerd. Wat u doet, u criminaliseert uw politieke tegenstanders. En dat is iets wat in een derde werelddictatuur voorkomt, in een bananenrepubliek en niet in een land als Nederland zou dat mogen gebeuren. Tot slot, de heer Jetten. Voorzitter, tot slot. Deze gehele Tweede Kamer, van links tot rechts, staat in dit land voor de vrijheid van demonstratie, voor de vrijheid van meningsuiting. De hele Kamer steunt het dat de heer Wilders zwaar wordt beveiligd, omdat hij wordt bedreigd met zijn leven. Maar deze hele Tweede Kamer vraagt ook dat als je de wet overtreedt in dit land, dat je dan gelijk wordt behandeld. Geen dubbele moraal. En de heer Wilders hanteert die wel, want als mensen demonstreren tegen Zwarte Piet of tegen racisme, dan is het allemaal tuig en Marokkanengif. En als je agenten intimideert, Kamerleden en ministers bedreigt, omdat je een boze boer bent of een blokkeervries, dan moet dit wel kunnen. De dubbele moraal, mevrouw de voorzitter, is van de heer Wilders. Maar mag ik u eens vragen dan? Waar was u dan bij de heer Grapperhaus? Waar was je dan bij de Grapperhaus? Nee, maar nee, hij loopt nu snel weer naar zijn bankje toe. Ik snap het, vervelende vraag. Maar bij de heer Grapperhaus. Meneer Grapperhaus heeft de wet overtreden. Heeft anderhalve met heel Nederland heeft het kunnen zien. Als u zo bent voor gelijke monniken, gelijke kappen, waarom heeft u niet geëist dat hij of aftreedt of dat hij alsnog vervolgd wordt door het Openbaar Ministerie? Waarom was u toen stil? Waarom heeft u daar niks gezegd? Dat heeft u. Volgens mij ben ik in de beurt nu. We hebben urenlang, weet ik wat, maar. Ja.
Daar heeft u niet de conclusies getrokken. Heeft u niet gedaan. En wat is het einde van het debat? Dat de heer Grapperhaus bleef zitten op zijn stoel en dat hij nul vervolging of boete van het Openbaar Ministerie heeft gekregen. Dus hou op met praatjes en mij de les lezen over niet mag erop reageren. Voorzitter, we hebben in deze Kamer urenlang gedebatteerd over dat incident bij het huwelijk van de heer Grapperhaus. Dus de heer Wilders kan hier niet zeggen dat we toen met z'n allen stil zijn gebleven. Nee, voorzitter, dat spijt me toch. Ik begrijp dat hij nu begrijp ik dat hij snel ging zitten. Want hij heeft gewoon geen antwoord. Nee. D66 heeft geen antwoord. Weet u, meneer Jetten, via u, mevrouw de voorzitter, dat heel veel mensen in Nederland worden daden zo boos over. Hè? Ik krijg mails van mensen, en u krijgt ze zelf misschien ook, die zeggen, mijn kinderen zaten 1,20 meter van elkaar af. En dan kwam een boa aan en die ging met een millimeter ging die meten. En die zei, jullie zitten 30 centimeter te dicht bij elkaar. Boete, ieder. 100, 200, 300 euro. Mensen zelf, bedrijven in de horeca, die hun terrasjes iets te dicht bij elkaar hadden staan, kregen een boete tot aan 10.000 euro. Gewone normale mensen, die niet in VACA zitten of bij D66 zitten, die krijgen gewoon een bon als ze de regels overtreden. En de minister Grapperhaus, ja, we hebben hier wel uren over gedebatteerd, maar u was stil. U heeft die mond gehouden. U heeft niet gezegd dat hij alsnog een boete moet krijgen. En dat is de ongelijkheid. En als u het mij niet gunt, realiseert u zich dat heel veel Nederlanders daar ontzettend boos over worden. En dat u daarmee, en niet ik, de rechtsstaat ondergraaft. De heer Baudet. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ik wilde een steuninterruptie plaatsen, omdat het net ging over het schandalige politieke proces tegen de heer Wilders. En terecht wijst hij erop dat er hier in de Kamer ontzettend huichelachtig op gereageerd is. Ik wilde toch nog even in herinnering brengen dat absoluut niet geldt voor onze partij en onze fractie. Wij hebben altijd de heer Wilders daarin gesteund. Dat wil ik nu weer doen. En ik wil ook en passant een punt maken. De heer Dijkhoff, die hier achter mij zat weer de vertrouwde riedel op te reutelen van meneer Baudet is er niet. Ik ben hier vanaf het begin af aan bij geweest. Misschien dat ik op dat specifieke moment net even één minuutje, zo even de zaal, even een stuk papier halen en ik ben er weer. Ik heb eventjes de lijstjes nagekeken. In de afgelopen 3,5 jaar ben ik elk jaar tot 5 keer zoveel debatten meegedaan als Klaas die hier aan het slapen was terwijl corona kwam, die aan het slapen was terwijl zijn ministers de rechtsstaat corrumpeerden. Klaas Winterslaap heeft geen recht van spreken over mij en wij zijn de enige fractie die dik en dun steun betuigt aan een oppositieleider, niet de wat mij betreft, maar wel één van de oppositieleiders die ten onrechte politiek wordt vervolgd. De heer Klaver. Nou voorzitter, ja? op de meneer laatste Wilders. Zin na, want een oppositieleider ben ik natuurlijk wel, maar de heer Baudet en zijn fractie zeer erkentelijk. Hij heeft gelijk, hij heeft dat altijd gesteund. Ik vrees dat we de enige twee zijn hier, fracties in de Kamer, die nog iets van een gevoel van rechtsstaat in hun vezels hebben. Dank voor uw steun. Het gaat er nu om dat we volgend jaar genoeg zetels hebben om de rechts te kunnen overtuigen of te overroelen. Ja, de heer Klaver. Voorzitter, de heer Wilders heeft het weer voor elkaar. Het gaat al dik 1,5 uur over de heer Wilders. Ik werd de heer Baudet een beetje te veel, geloof ik. Want ik moest ook even toch ook nog vertellen dat hij ook wel belangrijk is. En dat het ook vooral over de heer Baudet moet gaan. Maar het echte onderwerp wat er moet zijn, dat gaat over racisme. En de heer Wilders ontkent eigenlijk dat het aan de hand is. In Nederland word je eerder uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek als je een strafblad hebt dan als je een Arabisch klinkende achternaam hebt. Een derde van alle makelaars in Nederland zijn bereid om te discrimineren. Als je op school zit en je zoekt een stageplek, moet je wel tot 4, 5 keer solliciteren. Dat zijn de problemen waar we mee te maken hebben. En als de heer Wilders zegt, en ik blijf toch de verbinding zoeken, hoe hard hij er hier ook tegen ingaat. Als hij echt zegt, ik ben tegen racisme en discriminatie, is hij dan bereid met mij voor te strijden om die punten aan te pakken? De heer Wilders. Voorzitter. De werkelijkheid. Laat ik daar een werkelijkheid tegenover zetten. Ik heb bij het debat over racisme al gezegd dat als er wordt gediscrimineerd, de PVV altijd aan degene staat die wordt gediscrimineerd. Dus dat kan geen nieuws zijn. Alleen ik ontken dat het de omvang heeft die u pretendeert te hebben. Nogmaals, 123 gevallen die uiteindelijk bij het Openbaar Ministerie terechtkomen. Maar het antwoord op de vraag van de collega van GroenLinks, mevrouw de voorzitter, mag ik dan een brief voorlezen over echte discriminatie. Het is een brief. Ik zal de naam van de mevrouw niet noemen. Ik zal ook maar een paar passages uit voorlezen, anders duurt het te lang. Maar dat is over de discriminatie waar Nederlanders mee te hebben. Beste meneer Wilders, gisteren in het Jeugdjournaal een item over discriminatie en racisme. Mijn zoon is door een Marokkaanse klasgenoot bedreigd. Hij zei kanker dit, kanker dat. Hij moest
En dat heeft hij ook gedaan. Mijn zoon had geen idee, maar voelde zich zo bedreigd dat hij op zijn knieën excuus aanbood. Daarna wilde hij wegfietsen, maar werd weer tegengehouden en moest nu de voeten kussen van deze Marokkaanse jongen. Ook dat deed hij. Vandaag fietste mijn zoon en een vriend naar huis en een meisje roept van afstand: je moet je kankerbek houden. Een Marokkaanse jongen komt het huis uit en roept: kankergozer, ik wil met je vechten. Meneer Wilders, mijn dochter wordt regelmatig door Marokkanen uitgescholden voor kankerhoer. Dit doen Marokkaanse jongens. Ik heb zo'n stapel van mails die hierover gaan. En dan wil ik niet ontkennen dat wat u zegt ook voorkomt, maar hier... Praat hier eens over. Ik hoor u hier nooit over. Er is bijna geen Nederlander in dit land die niet helaas zelf of mensen kent die dit soort ervaringen hebben met Marokkanen en Nederlanders. En we kunnen best een keer gaan praten over de stageplekken. Maar dit is mijn punt. Mijn punt is dat Marokkanen in Nederland, nogmaals mevrouw de voorzitter, niet alle Marokkanen, maar dat Marokkanen in Nederland zwaar oververtegenwoordigd zijn in al die statistieken. En dat dit is wat mensen meemaken. Het tuig wat een dokters hun schoenen laat kussen. Wat een man, een zoon hun schoenen laat kussen. Wat een dokters voor kankerhoor uitmaakt. Iedere dag opnieuw op straat. Het is iets verschrikkelijks. Spreek u daar eens over uit. Spreek u daar eens over uit. De heer Klaver. Van GroenLinks. De heer Klaver. Nederlanders Marokkanen noemen is al discriminerend in zichzelf. Je zet mensen weg als zijnde je hoort niet bij deze samenleving. Maar wat de heer Wilders voortdurend doet, is teruggaan naar andere terreinen. Ik stel hele simpele vragen. Ik gaf u een antwoord. Er is racisme en discriminatie in Nederland. U zegt dat u daar tegen bent, maar u wilt zich daar niet tegen verzetten. Meneer Wilders, volgens mij is de waarheid dat u helemaal niet tegen racisme en discriminatie bent. Sterker nog, in uw hele betoog hier vandaag is doorspekt van racistische uitingen. Ja, voorzitter, dit moet ik hier... En dat mag hier in het parlement, maar het is wel walgelijk. En het doet iets met de samenleving waarin we leven. Het doet iets met al die jonge mensen die in dit land wonen en die een bestaan proberen op te bouwen. Die proberen tegen het institutionele racisme in te vechten voor een goede toekomst. En het enige wat ik van u vraag, kunnen we dan misschien erop samenwerken om dat institutionele racisme te verslaan? De heer Wilders. En daar krijg ik nog steeds geen helder antwoord op. De heer Wilders. Mevrouw de voorzitter, 1. De PVV, ondergetekende en al die 1,5 miljoen mensen die op ons hebben gestemd zijn geen racisten. B. Zij zijn het slachtoffer van racisme. Zij zijn het slachtoffer van discriminatie. Ik noemde net al het televisieprogramma Opsporing Verzocht. Eén constante daarin is dat zij nooit elkaar pakken. Ze pakken altijd de ander. Die criminelen pakken nooit een Marokkaans crimineel, pakt nooit een Marokkaans gezin om in te breken. Pakt altijd die oudere of die jongere Nederlander. De discriminatie zit aan die kant. En natuurlijk, als die aan deze kant zit, moet die ook worden aangepakt. En als dat voorkomt, ben ik daar ook voor om dat aan te pakken. Maar dat komt niet zoveel voor. De cijfers heb ik u net genoemd. Wat voorkomt, is de dagelijkse terreur en criminaliteit tegen onze eigen mensen. En als u daarvoor wegkijkt, ja, dan zegt dat meer over u dan over mij. Tot slot, de heer Klaver. Voorzitter, de heer Wilders weigert gewoon om racisme een probleem te noemen en om het aan te pakken. En dat is al een probleem in zichzelf. En dan nog één ding. Het begint bijna normaal te worden na 16 jaar, voor mij nu 10 jaar dat ik hier met de heer Wilders in dit parlement sta. En iedere keer geeft hij af, soms op het parlement, soms op de rechtspraak. Maar vandaag draagt hij eigenlijk de hele rechtsstaat naar de vuilnisbelt. Het is corrupt, we kunnen het niet vertrouwen en we komen in verzet. Dat zijn levensgevaarlijke uitspraken, meneer Wilders. Want wat zegt u hiermee tegen al die mensen die voor de rechter komen, die worden veroordeeld en die het misschien niet eens zijn met die uitspraak? Wat betekent het materieel? Betekent het, we hoeven ons daar niks van aan te trekken? Betekent het, we hoeven niet meer naar een rechter te luisteren? Betekent dat we voor eigen rechter in dit land kunnen spelen? Wat wij hebben in dit land, en tot nu toe heeft u zich daar altijd achter geschaard. De democratie en de rechtsstaat. Dat is waarop, hoeveel wij van mening ook verschillen, wij elkaar altijd konden vinden. We respecteren de democratie en de rechtsstaat. Maar vandaag zegt u eigenlijk, die rechtsstaat, voor mij bestaat die niet meer. Daarmee zet u een nieuwe stap in uw eigen radicalisering. Nee, voorzitter. A, ik zet geen nieuwe stap. B, ik radicaliseer niet. En C, ja, nogmaals, als je Jesse Klaver heet
Dan kom je er wel mee weg. Als u zelf niet, het zal me niet verbazen als u zelf ook in een bestuur zou zitten van kick-out Zwarte Piet of noem maar op. Dus u staat aan die kant van het politiek correcte politieke spectrum. U heeft hier de vorige keer tegen mij geïnterrompeerder gezegd, ja maar meneer Wilders, Akwasi is een woordkunstenaar. Dat was Jesse Klaver die zei, Akwasi is een woordkunstenaar. De man die oproept tot moord, tot mensen in het gezicht trappen. Die zegt dat Sinterklaas moet worden geëxecuteerd. Ik heb een tweet van hem gezien, €500 zet op het hoofd van Sinterklaas en Zwarte Piet, degene die hem vermoordt. U noemde dat een woordkunstenaar. Ga eens bij uzelf te raden, hypocriet. Ja. Goed, gaat u verder. De heer Klaver als reactie en dan stel ik voor dat u verder gaat. Ik zal niet op alle scheldkolonades ingaan, maar ik maak een ander punt. Namelijk dat de heer Wilders tot nu toe zich uiteindelijk altijd achter die rechtsstaat heeft geschaard. En het altijd heeft gezegd, wij bedrijven politiek, ik voer campagne binnen de rechtsstaat en binnen de democratie. Maar als je nu zo afgeeft op al die rechters en op de rechtsstaat en dat het OM niet deugt en het ministerie van Justitie niet deugt en al die rechters corrupt zijn, wat betekent dat? Betekent dat dat mensen in dit land niet meer hoeven te luisteren naar uitspraken van de rechters? Wat betekent het? Er zitten, wat u zegt, 1,5 miljoen mensen hebben op u gestemd. Wat moeten zij hiervan overnemen? Wat is de boodschap? Dat we niet meer moeten accepteren als een rechter een uitspraak doet? Dat het ministerie van Justitie niet te vertrouwen is? Dat het OM corrupt is? Meneer Wilders, hiermee, en daarom zei ik, u radicaliseert hiermee verder in uw ideeën. Dit is levensgevaarlijk. Wij bestrijden elkaar met woorden, soms hele mooie woorden, soms heel filijn, soms gewoon scherp, maar altijd binnen de rechtsstaat en binnen de democratie. En vandaag zit u daar een stap buiten. Meneer Voorzitter, de rechtsstaat is totaal failliet. Totaal failliet, omdat nogmaals, ik kan het niet genoeg herhalen, mensen die aan de kant staan van de heer Klaver, die hij nogmaals een woordkunstenaar noemt, mensen die aan zijn kant staan, die mogen alles zeggen, die worden niet vervolgd. Zit je in VK, heet je Grappenhuis, mag je de wet overtreden, word je niet vervolgd. Maar heet je Geert Wilders, ben je een blokkeervries, ben je een boer die wil demonstreren, dan krijg je de massa achter je aan. En dat is fout. En als het gaat over het uitvoeren van wetten, zelfs het kabinet doet dat niet. Uw partij, weet u nog dat er zoveel mensen door de rechters geen verblijfsvergunning kregen? Uw partij heeft ervoor gezorgd dat met allemaal generaal pardonnen, uitspraken van rechters, die zeiden tegen duizenden asielzoekers, jullie mogen hier niet blijven, jullie zijn er niet welkom. Was het uw partij en het kabinet die met een generaal pardon zei, weet je wat, vergeet die rechterlijke uitspraak maar, je mag toch blijven. Selectief, selectief winkelen, u bent de grootste hypocriet van dit huis. Ja, voorzitter. Ja. De heer Klaver. Voorzitter, niets dan liefde. Zou. Maar pardon, de heer Klaver. Op. Voorzitter, niets dan liefde. Maar op dit soort gescheld, stop er alsjeblieft mee. Laten we het heel concreet maken. Het kan zomaar weer zijn, want er komt nieuw stikstofbeleid aan, dat boeren weer willen demonstreren en de boel willen blokkeren. En dat de politie gaat zeggen, dat willen we niet, want dat is gevaarlijk voor de openbare orde. Dat betekent inderdaad dat straten worden afgesloten en dat er eigenlijk een oproep wordt gedaan, doe dit niet. Zegt u nou eigenlijk, negeer die oproep maar als dit wordt gezegd door de politie? Is nu eigenlijk uw pleidooi hier, dat die boeren zich daar niks van aan hoeven te trekken? Is uw pleidooi nu eigenlijk dat mensen die demonstranten willen tegenhouden, dat gewoon moeten gaan doen? Ook als wordt gezegd, doe dit niet. Dat je aanwijzingen van de politie niet meer hoeft op te volgen. Wat zegt u hier nou precies? En heel precies, alsjeblieft. Want dat hondenfluitje van u, dat hebben we vaak genoeg gehoord. Nu wil ik het precies horen. Ik zeg dat Nederland geen rechtsstaat meer heeft. En dat als je je houdt aan de regels en de ideeën van links, dat je dan alles mag doen en alles niet. Dat zeg ik voorzitter. Nee, voorzitter. Nee, dit is te makkelijk. Was ja, u klaar? Ik was klaar. Nee, okay. Voorzitter, de heer Klaver, is te makkelijk. Tot slot. Ja, voorzitter, het is te makkelijk. Het is de waarheid. Een hele tirade over wat er allemaal niet deugt. Dat we de politie niet kunnen vertrouwen, de justitie niet, het OM, de rechterlijke macht. En nu komt het erop dat die ons land veilig moeten houden. Die het mogelijk moeten maken dat er gedemonstreerd kan worden en ingrijpen als het niet kan. Bijvoorbeeld als levensgevaarlijk snelwegen worden geblokkeerd. Dat leidt tot levensgevaarlijke situaties. En ik vraag de heer Wilders, want deze demonstranten, de Farmers Defence Force, die luisteren naar u. Als de volgende keer de aanwijzing komt van de politie om niet een snelweg te blokkeren, om niet naar het Malieveld te komen, om niet met tractoren naar het Binnenhof te rijden, zegt u dan tegen Farmers Defence Force, luister naar die oproepen.
Of zegt u negeer ze? De heer Wilders. Voorzitter, ik zeg helemaal niets tegen Farmers Defence Force. Ik laat me ook niet in de casuïstiek dwingen hoe vaak de heer van GroenLinks hier ook gaat staan. Ik zeg dat Nederland geen rechtsstaat meer is, omdat je uiteindelijk het besluit tot je bij de rechter komt, dat dat afhankelijk is van of je uw ideeën hebt of dat je andere ideeën hebt. En dat is waar het voor ik versta. En dat moet veranderen. En dat veranderen we anders niet. Voorzitter, echt tot slot. De heer Klaver. Kijk, dit hondenfluitje is mensen eigenlijk aanzetten tot verkeerd gedrag. Opjutten om niet te luisteren naar rechters of naar de politie of naar het OM. En nu stel ik de vraag en dan durft u niet door te pakken. Dat zegt veel over u, meneer Wilders. Voorzitter, ik heb het antwoord gegeven. Ik pak 100% door. Want ik zeg dat in Nederland de rechtsstaat failliet is. En daar reageert de collega van GroenLinks wel niet op. Heet je Grapperhaus, dan mag je de wet overtreden. Ik heb u hier ook niet horen zeggen dat Grapperhaus weg moet. Heb ik u niet horen zeggen. Dubbele moraal. Wel praten over dingen. Als het gaat om Akwasi, waar bent u met Akwasi? Waarom zegt u niet over Akwasi dat die man vervolgd moet worden? Ik heb u niet gehoord. U zit al in uw haarvaten in die linkse besturen van antidiscriminatie. U vindt het waarschijnlijk geweldig dat Akwasi, die u een woordkunstenaar heeft genoemd, niet wordt vervolgd. Dus kom mij nou niet aan met de casuïstiek als u zelf in iedere casus waar het om linkstuig gaat, linkstuig die de wet overtreedt, de andere kant op kijkt. Ga in de spiegel kijken en geef dan een eerlijk antwoord. Ik stel voor dat u verder gaat. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, over een maand is premier Rutte 10 jaar premier van Nederland. En dit is het moment om de balans daarvan op te maken. Want in die 10 jaar is Nederland een bijna onherkenbaar land geworden. Rutte heeft alles weggegeven. Onze veiligheid in onze straten en wijken, ons zuurverdiende geld en alles en iedereen in het buitenland, onze eigen cultuur en tradities, onze nationale soevereiniteit en identiteit, alles, maar dan ook alles wat ons dierbaar is, is weggegeven. We worden bestuurd door technocraten met een voorliefde voor zelfhaat, multicul, open grenzen en klimaatgekte die geen idee hebben welke zorgen en problemen gewone mensen in het land hebben. En veel mensen zijn de grip op hun leven dan ook kwijtgeraakt, voelen zich in de steek gelaten, verraden, monddood gemaakt. Hun stem wordt niet gehoord. Ze denken vaak dat stemmen ook geen zin meer heeft, omdat toch niet naar ze wordt geluisterd. Er toch niets verandert. Rutte toch wat doet wat hij zelf wil. Zoals in 2017, toen de hele politieke trucendoos werd ingezet om de partij waar 1,5 miljoen mensen op hadden gestemd buiten te sluiten. Voorzitter, Rutte heeft ons van de ene crisis in de andere gebracht. En hij haalde de afgelopen 10 jaar ook steeds meer geld uit onze portemonnee. De BTW steeg, de WW-duur werd verkort, de energiebelasting ging omhoog, het eigen risico ging door het dak, de hypotheekrenteaftrek werd beperkt, de huren stegen fors en de gepensioneerden, ook vandaag weer, waren bijna altijd de pineut. En mensen die de pech hebben hun baan en hun inkomen kwijt te raken, hebben dan ook vaak weinig reserve kunnen opbouwen vanwege dat beleid van 10 jaar Rutte. Het aantal huishoudens met schulden stijgt naar zo'n 2 miljoen huishoudens volgend jaar. Dat is een kwart van alle huishoudens. En, voorzitter, de premier heeft die mensen voor iedere crisis laten opdraaien. En ook nu krijgen ze eigenlijk niets. Een koopkracht van nog geen 1%, wat kruimels. Als je daar de lokale lasten bij haalt, is het een dikke vette min. En als je je baan bent kwijtgeraakt, dan weet je al helemaal niet hoe je je gezin moet onderhouden. En ook die ouderen worden keihard in hun portemonnee gepakt. Dat is Nederland. Maar in het buitenland is er weinig reden tot klagen. Daar is het feest. Zij waren de afgelopen 10 jaar als enige niet de klos bij Rutte, maar werden gekoesterd en gepamperd. Ook nu weer. Kijk bijvoorbeeld naar de Europese top van deze zomer. Namens Nederland zette Rutte een handtekening onder een totaalpakket van 1800 miljard euro, contributie aan Brussel en cadeautjes voor Zuid-Europese landen. Waarvan 100 miljard, we zitten aan voor 6% aan de lat van die 1800, waarvan 100 miljard Nederlands belastinggeld. Dat is 11.000 euro per Nederlands huishouden. Weggegeven. En voorzitter, ik kan daar zo kwaad over worden. We zitten hier in een crisis. Onze eigen mensen hebben het moeilijk. En de premier gooit tientallen miljarden van ons geld zomaar de grens over. Dat is toch misselijkmakend? Een paar voorbeelden. Rutte tekende voor een gift van 85 miljard euro aan Italië, terwijl de Italianen gemiddeld 3 keer zo rijk zijn als de Nederlanders.
Italië gaat nu de BTW verlagen, gaan extra zorgmedewerkers aannemen, gaan de wachtlijsten in de zorg verminderen, ze gaan de pensioenen verhogen, ze gaan fors investeren in de toeristenindustrie en verwachten nu zelfs een economische groei van 15%. Dankzij ons geld. En dan de Fransen. Ook die krijgen 50 miljard geschonken. En zij geven hun zorgmedewerkers nu een historische structurele salarisverhoging van maar liefst 2000 euro per jaar. En ook de Franse politieagenten krijgen nu een dikke, vette bonus. Frankrijk laat de pensioenleeftijd op 62 jaar staan. 62 jaar, dat is wel wat anders dan die 67 jaar hier. Ze gaan miljarden besteden aan koopkrachtverbetering van de armste Fransen. Voorzitter, dankzij ons geld. Dan de Spanjaarden. De Spanjaarden krijgen van Rutte Comsui ook ruim 70 miljard euro aan giften en hebben inmiddels al een basisinkomen ingevoerd van 1000 euro per maand. In Spanje was men van plan de BTW en de milieubelasting te verhogen en dat gaat nou niet door. Dankzij ons geld. En natuurlijk, mevrouw de voorzitter, vergeet Rutte ook zijn grote vrienden uit Griekenland niet. Die zijn het gewend geld van hem te krijgen. Nu krijgen de Grieken bijna 20 miljard euro. En zij gaan dat geld aan hun gepensioneerden uitbetalen. Zij gaan nu de BTW verlagen. Ze gaan arbeidskorting invoeren. Allemaal dankzij ons geld. Voorzitter, dat is God geklaard. Welke Nederlander heeft daar in hemelsnaam mee ingestemd? En hoe oneerlijk is het van premier Rutte om zomaar, zonder dat het ook maar in één verkiezingsprogramma stond, stiekem achter de rug om van de kiezer zoveel miljarden checks voor Zuid-Europa te tekenen? Dat is toch oneerlijk? Dan denk je toch, en Nederland dan? Ik wil hier een BTW-verlaging. Ik wil hier een extra salarisverhoging voor de zorgmedewerkers. Ik wil hier een lager eigen risico in de zorg. Ik wil hier lagere huren. Ik wil hier meer geld voor pensioenen. In ons eigen land. Maar dat krijgen we allemaal niet. Omdat daar zit die mevrouw de voorzitter, de premier, het geld in het buitenland heeft weggegeven. En dat is 10 jaar Rutte, mevrouw de voorzitter. Altijd en overal. Voor iedereen in het buitenland de portemonnee trekken. Van Griekenland tot Ethiopië. Van Italië tot Mozambique. Ze krijgen allemaal gratis geld. Ons geld. Uw geld, zeg ik tegen de mensen thuis. Geld dat we natuurlijk hier in ons eigen land aan onze eigen mensen hadden moeten besteden. Voorzitter, en ondertussen voltrekt zich hier in ons eigen land een nachtmerrie. Nederland is in 10 jaar tijd onherkenbaar veranderd. Nederland is een walhalla geworden voor niet-westerse immigranten, asielzoekers en krijzende activisten die hun best doen om onze tradities uit te wissen. En helaas hebben ze carte blanche gekregen van onze premier Rutte. Geen strobeet is ze in de weg gelegd. Vertegenwoordigers van Kick-out Zwarte Piet en Black Lives Matter zijn zelfs bij de premier op bezoek geweest in het Katshuis. En voorzitter, zoals een bloemist hier in Den Haag laatst treffend tegen me zei toen ik een bloemetje voor thuis bij hem kocht, en ik citeer: meneer Wilders, waarom mag al dat schorrimorrie wel bij Rutte op bezoek komen en gewone hardwerkende mensen als ik niet? Waarom denkt Rutte niet aan ons Nederlanders? Einde citaat. En de man had natuurlijk groot gelijk. Waar bent u in hemelsnaam mee bezig, premier Rutte? Ik zei het net al in een interruptiedebatje. Nederlanders zijn geen racisten. Hou op met dat te suggereren. Ze hebben geen probleem met welke huidskleur iemand heeft. Sterker nog, het is precies andersom. Het zijn juist Nederlanders die worden gediscrimineerd. Die worden uitgescholden en beroofd door allochtoon tuig op straat, in de tram en op school. Waarom, meneer de minister-president, waarom neemt u het niet voor die mensen op? Waarom niet? Ze worden als een huurhuis willen, moeten ze jarenlang op de wachtlijst staan omdat geluksvoegers voorgaan. Ze betalen Nederlanders de volle map voor hun zorg, terwijl die voor asielzoekend Afrika gratis is. En ben je op zoek naar een baan bij de overheid, dan gaan allochtonen voor en heb je het nakijken. Het is de wereld op zijn kop. Nederlanders worden gediscrimineerd, meneer Rutte. Waarom hoor ik u daar niet over? Waarom laat u zich iedere keer door links in de luren leggen? Waarom laat u de gewone man en vrouw in de steek? En voorzitter, als je
Ik zei het net al even. Als je echt tegen discriminatie bent. Als je echt tegen geweld bent. Als je echt tegen ongelijke behandeling bent. Dan heb je in feite maar één vijand. En dat is de islam. Want die ideologie maakt steeds het onderscheid. Het onderscheid tussen moslims en niet-moslims. Waarbij alle niet-moslims weggezet als kafirs minderwaardig zijn. En zelfs met geweld bestreden mogen worden. De islam is daarmee de grootste apartheidsideologie ter wereld. En waarom wordt in dit huis die islamitische discriminatie steeds verzwegen? Waarom wordt als het gaat om het slavernijverleden niet gezwegen over het feit dat islam en slavernij al 1400 jaar twee handen op één buik zijn? Dat slavernij nog steeds tot op de dag van vandaag in de islamitische wereld voorkomt. Waarom hebben al die linkse actievoerders niet het lef om hier in Den Haag te demonstreren voor de ambassade van de islamitische slavenstaat Qatar? Een land waar anno 2020 nog steeds dwangarbeiders, moderne slaven met duizenden tegelijk aan honger, hitte en uitputting sterven. Maar op die killing fields van Qatar wordt straks gewoon het WK voetbal gespeeld. Door voetbalmiljonairs die wel een groot probleem hebben met een grapje over Zwarte Piet van de voetbalanalyticus Johan Derksen. Maar hier blijkbaar geen enkele moeite mee hebben. Dat is toch gigantisch hypocriet? Het is toch hypocriet, voorzitter? Voorzitter, Nederland is inmiddels ook een overbevolkt land geworden. De heer Asscher. Ja, voorzitter, ik reageer even op het economische verhaal van de heer Wilders. Maar het woord hypocriet is denk ik wel van toepassing. Ik wil het hebben over het verschil tussen wat hij zegt en wat hij doet. En ik heb daar een vraag over, want ik begrijp het niet zo goed. Wilders werpt zich hier op als een soort verdediger van gewone werkende Nederlanders. Maar als je kijkt naar wat hij doet, dan stemt hij eigenlijk vaak, zo niet altijd, tegen de belangen van die werkende Nederlanders. Als er voorstellen komen om de fietscouriers beter te beschermen, dan stemt Wilders tegen, samen met de VVD van Rutte. Als er voorstellen komen om ZZP'ers beter te beschermen, stemt Wilders tegen, samen met de VVD van Rutte. Wat zijn nog fietscouriers? Fietscouriers, meer bescherming voor die mensen die de maaltijden rondbrengen. U was er tegen. Dus die mensen als ze bestond. Toen wij een voorstel... Dat is merkwaardig als je wel over stemt. Toen wij een voorstel deden om mensen met een zwaar beroep eerder met pensioen te laten gaan, was Wilders tegen, samen met de VVD van Rutte. Toen wij met de SP een voorstel deden om mensen die nachtwerk doen, bij de politie en in de zorg, meer te beschermen, was Wilders tegen, samen met de VVD van Rutte. Dus mijn vraag aan de heer Wilders, met al die woorden, waarom loopt hij aan de leiband, waarom gedraagt hij zich als het broertje van Rutte, als het gaat om de bescherming van de rechten van werkende Nederlanders? Je moet wel lef hebben, hè? Om dat te doen als oud vicepremier van het kabinet Rutte. Wie is nou het broertje van het kabinet? Waarom heeft u nu 9 zetels in de Tweede Kamer? Mag ik die vraag anders zo formuleren? Waarom heeft u nu 9 zetels in de Tweede Kamer? Dat is omdat de Partij van de Arbeid in de persoon van uzelf daar zat. Hoeveel algemene beschouwingen hebben we hier niet gezeten? En u sneed in de ontslagvergoeding, u sneed in de WW. Er is geen partij geweest die de belangen van de werknemers zo ontzettend kapot heeft gemaakt dan de Partij van de Arbeid met Lodewijk Asscher en VK. Dus kom mij nog niet de les lezen over voorbeelden die een medewerker heeft voorbereid die ik misschien niet allemaal nu paraat heb. Maar u bent degene die de mensen keihard heeft gepakt en dat is de reden dat u nu op 9 zetels staat. De heer Asscher. Ja, voorzitter, we spelen nog even Wilders bingo. Hè? Als er een vraag komt die hem niet bevalt, is het of de islam, of Brussel, of de PvdA, of er komt gewoon een jijbak. Maar de vraag zelf is niet beantwoord. En als u het vergeten bent, u weet niet wat fietscouriers zijn, u weet niet wat ZZP'ers zijn, u weet niet wat zware beroepen zijn, u weet niet wat werknemers zijn, dan help ik u even. September 2018. Overwegende dat onderzoek heeft aangetoond dat nachtwerk tot diabetes, hart- en vaatziekten kan leiden bij werkers in de nacht, in de zorg en in de politie, verzoekt de regering met werkgevers en werknemers maatregelen te nemen om mensen beter te beschermen. Wie is er tegen? Geert Wilders met zijn PVV. En de vraag blijft, en u kunt naar anderen verwijzen, en misschien dat Brussel weer van pas komt, waarom stemt u met de VVD mee tegen de belangen van werkende Nederlanders? En als u het steeds iedereen hypocriet noemt, is het aardig als u dat erbij vertelt. U bent gewoon een rechtse partij aan de leiband van Rutte. Voorzitter, als er één partij zich rechts heeft opgesteld
en daarom nu met een armzalige 9 zetels in de Tweede Kamer zit, dan is het wel Lodewijk Asscher die iedereen zich herinnert van het korten op de WW, van het snoeien in het ziekengeld, van het pakken van de... Weet ik wat dat weer heeft gedaan. Dus kom mij nou hier niet de les te lezen. Ik bedoel, ik kan ook met een lijstje voorstellen komen waar u toen verder uw partij tegen was. Dat slaat totaal helemaal nergens op. Als er één partij is die zowel het stevige beleid als het gaat om immigratie, het stevige beleid als het gaat om law order, combineert met een hart voor de zorg, met extra geld voor de zorg, met het opnemen voor die werknemers, dan is het de PVV wel. Wij hebben onszelf niet verraden. U, de Partij van de Arbeid, heeft zichzelf verraden. En nogmaals, daarom staat die nu op 9 zetels. De heer Asscher. Ja, voorzitter. We hebben het daar wel vaker over gehad, over die vorige verkiezingen. Ik sta hier trots, opgewekt en met goede moed. Met veel zin in volgend jaar. Maar ik spreek de heer Wilders aan op zijn eigen gedrag. En hij weigert daar antwoord op te geven. En dat is natuurlijk niet zo sterk. Als je iedereen zo de maat neemt met van die hele, hele grote woorden. De vraag was, ik stel hem nu voor de derde keer. En als u hem dan weer niet beantwoordt, dan durft hij dat blijkbaar niet. Waarom stemt Wilders? En er zijn veel meer voorbeelden. Hè? Dus het is best wel een lange lijst. Met de VVD mee. Met Rutte mee. Met het door hem zo... Ja, dramatisch afgeschilderde rechtse blok mee tegen de belangen van werknemers. Moet hij niet naar anderen verwijzen? Hij is zo'n grote, stoere meneer. Waarom doet hij dat? En daarbij hoort wel de vraag, wat heeft hij mensen nou te bieden? U wil dat we Europa uitgaan, u wil van alles. Maar als puntje bij paaltje komt, stemt u tegen de belangen van werkende Nederlanders. Het is wel zo eerlijk omdat erbij is. Er is geen partij. Er was een keer iemand in de oppositie die zou zeggen, dan ben je een soort bedrijfspoedel van Rutte als het gaat om de belangen van werknemers. Dan moet je erbij vertellen. Mensen, als je op mij stemt, krijg je de hele show, de hele Wilders bingo. Maar als het puntje bij paaltje komt, stem ik mee met Rutte tegen de belangen van de werknemers. Dat is Wilders. Ja, voorzitter, ik kan me nog goed herinneren hier. De heer Cohen stond hier, de voorganger van de collega van de Partij van de Arbeid. En de heer Cohen heeft zich inderdaad toen, hij was Wilders 1, en hij zat in de oppositie. En hij gedroeg zich als de bedrijfspoedel in de Kamer. En daarna is die bedrijfspoedel in de Kamer vervangen door de bedrijfspoedel in vak K. En die bedrijfspoedel was u. Dat was niet ik, dat was u. U heeft zich gedragen als de bedrijfspoedel en de PVV. Natuurlijk, ik zal zo met concrete voorstellen komen. Neemt het op voor alle werknemers in Nederland. Dat zit in ons bloed, dat doen we altijd en dat zullen we blijven doen. De heer Asscher. Voorzitter, neemt u nu even de tijd. U heeft alle tijd vanochtend om uit te leggen waarom u tegen die bescherming van die werknemers bent. Als het gaat om nachtwerk. Dat zijn die mensen in de zorg. Dat zijn die helden in de zorg. Dat zijn de helden in de politie. Waarom bent u daar tegen? Waarom stemt u mee met de VVD? Waarom bent u tegen betere bescherming voor ZZP'ers? Waarom bent u er tegen? Leg dat nou eens uit. Dus u bent altijd de meester in de schuld geven aan anderen. Ik denk dat u daar de beste in bent. Nou. Maar gewoon eerlijk uitkomen waarom je tegen de belangen stemt van die mensen bij de politie, van die mensen bij de zorg, dat doet u niet. En ik vraag het u nu voor de vierde keer, maar er komt gewoon geen antwoord, hè? En u krijgt voor de vierde keer, mevrouw de voorzitter, dan krijgt hij hetzelfde antwoord. Namelijk dat de PVV opkomt voor alle belangen van de werknemers. Behalve wij waren bij stemmingen. Wij waren degene, meneer Asscher, die opkwamen voor extra geld in de zorg. Wij waren degene die tegen uw asociale wetsvoorstellen heeft gestemd om in de zorg te snijden in Rutte 2. Weet u nog, toen u vicepremier was. Wij waren degene die zich verzetten en tegen uw voorstel hebben gestemd. Het voorstel Asscher, u was toen minister van Sociale Zaken, om de WW te verkorten. U bent de grote vijand van de werknemers. En daarom staat u nou over 9 zetels. Ze gaan nog niet mij proberen de les te lezen met een motie die 2 jaar geleden is ingediend. U heeft het hele sociale zekerheidsstelsel heeft u kapot gemaakt toen u minister van Sociale Zaken was. En daarom bent u van, wat is het, 40 naar 9 zetels gegaan. Nog steeds geen enkel antwoord over zijn eigen stemgedrag. Dat belooft veel voor de toekomst. Als het erop aankomt, stemt Wilders mee met de VVD tegen de belangen van werknemers. Voorzitter, het tegendeel is geval. De PVV zal altijd en heeft ook altijd voor de werknemers opgekomen. En dat is de Partij van de Arbeid die de bedrijfspoedel van Rutte was, is en nog steeds blijft.
En daarom, ik kan het niet genoeg halen, heeft hij zo'n klapper gekregen van de PvdA-kiezer. Omdat die PvdA-kiezer zich niet meer herkende in het beleid van de Partij van de Arbeid. Ga daar maar eens over nadenken. Ik wil eigenlijk het voorstel doen, of ik stel gewoon voor dat u verder gaat. En dan krijgt u de gelegenheid om te interromperen. Ja, ik moet toch even, want iedereen krijgt dezelfde kansen. Dat geldt voor iedereen. Dus ik stel voor dat de heer Wilders verder gaat. En dan krijgt u aan het eind de gelegenheid om te interromperen. Goed, voorzitter, Nederland is inmiddels een overbevolkt land. In 10 jaar tijd heeft Rutte ons land volgepland met vreemd volk en van grote delen van ons land een soort buitenland gemaakt. In onze straten, op schoolpleinen, op het strand en in de IKEA, overal barst het van de hoofddoekjes en djellaba's. Het is verschrikkelijk. De groep mensen die niets op heeft met onze cultuur wordt ook steeds groter. Nederlanders zijn vaak vreemden in hun eigen straat en stad geworden. En het wordt alleen maar erger. Bijna 80% van de Marokkaanse moslima's in Nederland draagt inmiddels een hoofddoek, zo blijkt uit onderzoek. En iedere hoofddoek is een dikke middelvinger naar onze samenleving. Een islamitisch veroverend symbool, tekenend voor de staat van ons land. Nederland kleurt hoofddoek zwart. De islam verovert Nederland. We raken ons land kwijt als we zo doorgaan. Dankzij de open grenzen van deze premier die ons land in sneltreinvaart heeft weggegeven. Die alle immigraties en asielrecords heeft gebroken. Maar liefst 750.000 niet-westerse allochtonen kwamen de afgelopen 10 jaar Nederland binnen. Dat is een stad met bijna zoveel inwoners als Amsterdam, maar dan volgepropt met moskeeën, krijsende minaretten waar meisjes worden besneden, homo's in elkaar geramd, joden belaagd en Nederlanders beroofd. Ook dat is 10 jaar Rutte. Voorzitter, en het gaat maar door. 750.000 niet-westerse allochtonen is niet genoeg voor die links-liberale weggevers. Vorige week ging Rutte met zijn VVD opnieuw door de knieën. Haalde hij 100 asielzoekers vanuit Griekenland naar Nederland. Vanuit een opvangkamp dat door asielzoekers zelf in de fik is gestoken. Dat is wat ze goed kunnen, voorzitter. Van de Schilderswijk tot Kanaleneiland tot Lesbos, zaken in de fik steken. En dat wordt nu beloond met een ticket naar Nederland. En inderdaad, ik heb het voorspeld. Gisteren in de buurt van een opvangkamp in een ander eiland, Samos, alweer een brand. Alweer een brand, mevrouw de voorzitter, waarvoor 5 migranten uit Afghanistan, Afrika en Syrië als verdachte brandstichters door de Griekse politie zijn gearresteerd. Ik heb het voorspeld. Alles. Maar dan ook alles gaat nu in de fik, want er staan verblijfsvergunningen als beloning op. En laat dat even tot u doordringen. De zogenaamde Law and Order partij, de VVD, beloont het in de fik steken van opvangkampen met het uitdelen van tickets naar en verblijfsvergunningen voor Nederland. En opnieuw wordt de gewone Nederlander die deze multiculturele hel in zijn wijk en straat voor zijn kiezen krijgt, schaamteloos, maar dan ook schaamteloos in de steek gelaten. Voorzitter, onze prachtige badplaats Scheveningen leek afgelopen zomer wel een stukje Saoedi-Arabië. Het strand zat vol met moslims in bedouïne-achtige tenten met tapijten, waterpijpen en Arabische muziek. Met ontelbare hoofddoekjes. Nog even en er lopen ook nog kamelen rond op ons strand. Onze stranden zijn inmiddels een smeltkroes geworden van buitenlands en allochton tuig die net als in de rest van Nederland onze vrouwen lastigvallen en betasten, hun onderlinge vetes uitvechten, diefstallen en roofovervallen plegen, handelen in cocaïne en lachgas, steek- en schietpartijen op klaarlichte dag met als absoluut dieptepunt deze zomer de Marokkaan Samir El Ay, die een dappere Nederlander die wilde voorkomen dat het horloge van zijn vriend zou worden gejat, gewetenloos op klaarlichte dag doodschoot. Terreur en ellende, iedere dag opnieuw. In heel veel steden en wijken, door vaak Marokkanen. Je ziet het overal. En ook dat, mevrouw de voorzitter, is de erfenis van Mark Rutte. De man die een decennium lang de tijd had om het tij te keren, maar ervoor koos niet op te treden en nog meer van dat tuig binnen te laten. Hoe ver moet het nog komen, voorzitter, voordat wordt afgestapt van wegkijken, knuffelen, thee drinken en dat er eindelijk keihard wordt ingegrepen tegen die straatterroristen, tegen het tuig dat ons land afstroopt? Wanneer wordt er eindelijk opgetreden in plaats van gecapituleerd? Pak ze op, neem ze als het kan het Nederlanderschap af, zet ze vast
knikken ze zo snel mogelijk het land uit. De Marokkaanse politie weet wel raad met ze. En zo, mevrouw de voorzitter, krijg je alsnog minder, minder en nog een keer minder. Wegwezen. Dat is wat moet gebeuren. En daar zullen behalve de Nederlanders ook de goedwillende Marokkanen van profiteren. Want ook velen van hen zijn er inmiddels puugzat. Inderdaad, mijn mailbox zit ook vol met Marokkaanse mensen die zeggen: meneer Wilders, hartstikke goed wat u voorstelt, want zij maken het voor ons alleen maar erger. Voorzitter, ik wil mijn Nederland terug. Heel veel Nederlanders willen hun land terug. We moeten Nederland gaan terugveroveren op de islam, op het tuig, op de groep mensen die helemaal niets hebben met ons land en onze cultuur. En daarom zullen we na 10 jaar open grenzen van Rutte eindelijk onze grenzen moeten sluiten voor nog meer immigranten uit islamitische landen. Hoe minder hoofddoekjes in Nederland, hoe beter. Genoeg is genoeg. Dit is ons land en de islam hoort niet bij Nederland. Voorzitter, 10 jaar Rutte was 10 jaar massa-immigratie, 10 jaar betalen aan Brussel en 10 jaar culturele afbraak. Een decennium Rutte heeft ons land ook afhankelijk gemaakt. En wat dat voor Nederlanders en voor de Nederlanders betekent, heeft de coronacrisis ons de afgelopen maanden laten zien. Rutte stuurde onze hele voorraad beschermingsmiddelen met een vliegtuig naar Wuhan in China. Onze zorgmedewerkers werden vervolgens onbeschermd op pad gestuurd omdat we te weinig mondkapjes hadden en ze uit het buitenland moesten laten komen. Nederlandse patiënten moesten worden opgenomen in Duitsland omdat er in eigen land niet voldoende IC-plekken waren. En hoewel de besmettingen nu helaas weer fors toenemen, en dat is zorgelijk, is er gelukkig geen sprake van een tweede golf. Er is ook geen reden tot paniek. En dat is eigenlijk maar goed ook. Dat is maar goed ook, want het kabinet is nog steeds niet voldoende voorbereid. We hebben nog steeds een tekort aan personeel. We hebben nog steeds een tekort aan IC-bedden. We hebben nog steeds een tekort aan laboratorium- en testcapaciteit. Er is eigenlijk overal een tekort aan, behalve aan de profileringsdrang van minister De Jonge. Dus ik zou tegen het kabinet willen zeggen: stop met het tijd en energie steken in die vreselijke coronawet die onze vrijheden inperkt, maar zorg ervoor dat u uw zaakjes eindelijk op orde heeft. En zorg ervoor dat al die helden in de zorg eindelijk een forse structurele salarisverhoging krijgen. Het is toch ongelooflijk, mevrouw de voorzitter, dat het kabinet en de coalitie blijft wegkijken. Geef die zorgmedewerkers eindelijk het respect dat ze verdienen. U kunt niet blijven wegrennen voor uw verantwoordelijkheid. Het was, mevrouw de voorzitter, echt de grootste parlementaire schandvlek sinds mensenheugenis dat Kamerleden van de coalitie onlangs letterlijk wegrenden uit de Tweede Kamer om niet over mijn motie te hoeven stemmen over een hoger salaris voor zorgmedewerkers. 6.000 euro netto verdienen die laffe wegrenners per maand. Maar ze zijn tot op de dag van vandaag te beroerd het respect met de bijbehorende beloning te geven aan al die zorghelden die vaak maar een derde van het salaris van die wegrennende Kamerleden verdienen. Schaam u diep. Ons voorstel is om die zorgmedewerkers wel een structureel hoger salaris te geven, bij voorkeur 1.000 euro of meer. Graag een reactie van het kabinet. Voorzitter, nu we de economische klappen van de coronacrisis ontvangen, is er een veel sterkere economische impuls nodig dan het kabinet van plan is te geven. Niet alleen de bedrijven waar de klappen vallen moeten ruimhartiger worden geholpen, maar ook de burger heeft juist nu een forsere lastenverlichting en extra koopkracht nodig in deze moeilijke tijden. Want ook hier heeft premier Rutte 10 jaar lang gouden bergen beloofd, maar niet geleverd. Hij beloofde, we weten het allemaal nog, de werkenden een bonus van 1.000 euro. Hij moedigde ons zelfs aan een nieuwe auto of een nieuw huis te kopen. Beide zijn inmiddels onbetaalbaar. En bij de start van de derde kabinet Rutte beloofde hij dat we nog fors op vooruit zouden gaan. Mensen zouden het eindelijk in hun portemonnee gaan merken dat het beter gaat met de economie. Ging, moet ik inmiddels zeggen, met de economie. Het bleken allemaal leugens, mevrouw de voorzitter. Nederlanders zitten nog steeds te wachten op die mooie beloftes van Mark Rutte. Miljoenen mensen zijn er in de afgelopen 10 jaar van Rutte juist keihard op achteruit gegaan.
Alles werd duurder en er werd overal op bezuinigd. De boodschappen werden duurder, het studeren van de kinderen, de huur van het huis, de zorg, de energierekening, alles, maar dan ook alles werd duurder. Om nog maar te zwijgen over de klimaatgekkigheid die de burger straatarm zal maken. En voorzitter, dit kan zo niet langer. Het roer moet om, want onze mensen redden het vaak niet meer. Ik hoorde de directeur van het Nibud afgelopen zondag op televisie zeggen dat inmiddels 1 op de 3 Nederlanders verwacht dat ze de komende tijd hun rekeningen niet meer kunnen betalen. Dat is toch ongelooflijk, mevrouw de voorzitter. 1 op de 3 Nederlanders verwachten hun rekeningen niet meer te kunnen betalen. Als je baan kwijtraakt, is de financiële malaise voor je gezin niet te overzien. We moeten dus investeren in onze eigen mensen. 1 op de 3, meneer de minister-president, kan hun rekening niet meer betalen. En u geeft miljarden aan Italië, aan Griekenland, aan Spanje en Frankrijk. Maar u komt niet met concrete maatregelen om onze eigen mensen, die het zo moeilijk hebben en hun rekening niet meer kunnen te betalen, om die wat extra's te geven in deze moeilijke tijden. En dat moet wel gebeuren. Onze eigen mensen gaan voor. Daar, die mensen hebben op u gestemd. Hebben op mij gestemd, hebben op ons gestemd. Niet de Grieken en de Italianen. Dus kom met een forse koopkrachtimpuls. Dat heeft Nederland nodig nu. Dat is goed voor de economie. Kom bijvoorbeeld met het verlagen van het lage btw-tarief naar 0%. Verlaag dat lage btw-tarief van 9 naar 0%. Dat is hartstikke goed voor onze economie. Dat is goed voor de horeca. Dat is goed voor het boodschappen doen. Dat is goed voor de burgers. Dat is goed voor de bedrijven. En onze buurlanden, België en Duitsland, hebben op hun manier de btw al verlaagd. Nederland moet niet achterblijven. Graag een reactie van de minister-president op dit voorstel om de btw te verlagen. Ook de energierekening, mevrouw de voorzitter, moet omlaag. Kan ook omlaag. Inmiddels bestaat de helft van de energierekening uit belastingen. Mensen betalen zich schil aan de energierekening omdat er zoveel belastingen worden betaald. Kan zo omlaag met 300-400 euro per huishouden. En voorzitter, verlaag de huren met minstens 10-15%. We hebben de grootste huurstijging sinds jaren. De afgelopen 10 jaar van Rutte is geloof ik met 28 of 27% zijn de huren gestegen. Het zijn vaak enorme grote kosten. Het kabinet doet daar iets aan, maar absoluut veel en veel te weinig. Mijn voorstel is, verlaag die huren fors. Voorzitter, natuurlijk is het zo dat een geweldige, misschien wel de beste koopkrachtimpuls is als je je baan kan behouden. Daarom ook mijn vraag aan het kabinet om die NOW-regeling het komende half jaar nog niet te versoberen. De horeca en heel veel andere sectoren redden het anders niet. Voorkom dat ze hun medewerkers moeten ontslaan. 500.000 mensen, 500.000 mensen werken alleen al in de horeca. En die sector, voorzitter, die gaat helemaal kapot als we zo doorgaan. Dus help ze. Help ze en kom niet met versoberingen van die NOW. Niet in het laatste kwartaal van dit jaar en niet in het eerste kwartaal van volgend jaar. En voorzitter, er zijn ook heel veel bedrijven die gebruik hebben gemaakt van het later betalen van hun belastingen. En het kabinet stelt nou voor om die belastingen, dat ze dat alsnog moeten gaan betalen vanaf 1 januari en dat ze daar 24 maanden de tijd voor hebben. En ook dat, mevrouw de voorzitter, is veel te snel. Bedrijven zitten vaak nog in de problemen en als ze dat niet zitten en langzaam opkrabbelen, is 1 januari te snel om al die belastingen terug moeten gaan betalen. Dus mijn verzoek is, maak van 1 januari 1 juli en verleng de termijn van 24 maanden in 48 maanden. Dus een half jaar later daarmee beginnen en niet 2 jaar, maar om 4 jaar daarover doen. Het is toch zo, de minister-president weet dat, als het gaat om leningen die wij geven, of in ieder geval de leningen die wij afsluiten, die Europa afsluit, die de commissie afsluit met landen uit Zuid-Europa, kunnen die landen er vaak jaren over doen. Die hoeven pas over 4 of 5 jaar te beginnen met terug te betalen en ze kunnen er jaren over doen. Waarom behandelen wij onze eigen bedrijven slechter dan de bedrijven in Zuid- en Oost-Europa? Pak dat voorbeeld en doe dat. U zou er echt, ik heb er met veel ondernemers over gesproken, u zou ze daarmee enorm helpen en ook voor de mensen met een baan, de werknemers, is dit geweldig goed nieuws, want ze hebben een kleinere kans dat ze hun baan kwijtraken. En dat is de beste koopkrachtgarantie.
Mevrouw de voorzitter, ik rond af. Maart 2021 wordt een historische maand. De Partij voor de Vrijheid bestaat dan precies 15 jaar. En om dat te vieren worden er die maand ook Tweede Kamerverkiezingen georganiseerd. Zodat Nederlanders dan twee vliegen in één klap kunnen slaan. Ze kunnen afrekenen met het afbraakbeleid van 10 jaar Rutte. En ze kunnen de PVV tijdens ons jubileumfeest de grootste partij van Nederland maken. Alleen dan is de kans het grootst dat andere partijen niet om ons heen kunnen. Dat we echt veranderingen kunnen gaan doorvoeren. Dat we Nederland weer op kunnen gaan bouwen. Een Nederland waar onze vrouwen en dochters weer veilig over straat kunnen. Waar criminelen langdurig worden opgesloten of ons land worden uitgezet. Waar we onze grenzen sluiten voor gelukzoekers en immigranten uit islamitische landen. Waar onze eigen cultuur, inclusief Zwarte Piet, weer leidend wordt. Waar vreemdelingen zich aan ons aanpassen in plaats van andersom. Waar mensen niet tot een 70ste hoeven door te werken en waar gepensioneerden niet iedere keer worden gekort, maar een fatsoenlijk pensioen krijgen. Waar straten en winkels niet meer worden gedomineerd door hoofddoekjes, maar door winkelende Nederlandse gezinnen. Waar we ons geld niet meer over de grens gooien, maar aan onze eigen mensen besteden. Zodat de huur, de energierekening en de zorg voor al die mensen die nooit wat gratis krijgen, weer betaalbaar wordt. Zodat ze alleen of met hun gezin en vrienden gewoon weer leuke dingen kunnen gaan doen. Dat ze weer leuke dingen kunnen gaan doen en een beetje van het leven kunnen genieten. Dat is mijn Nederland. Dat is ons Nederland. Dat is het Nederland waar zoveel mensen naar verlangen. En dat land, dat Nederland, komt dichterbij als kiezers ons in maart volgend jaar massaal hun vertrouwen schenken en misschien zelfs de PVV de grootste partij van Nederland wil maken. Omdat ons land, om Nederland terug te pakken. Want, dames en heren, dit is ons land. Dank u wel. Dank u wel. Ik heb eigenlijk... Ik kijk naar de heer Azarkan. Ik kijk naar de heer Segers. Nee, dan ga ik naar de heer Segers en dan de heer Van der Staaij. De heer Segers. Dank mevrouw de voorzitter. Iets in me zegt dat de heer Wilders niet zo tevreden is over het kabinetsbeleid. Ik had een wat andere indruk dan collega Asscher, die zei van nou, er zijn best wel overeenkomsten tussen de heer Wilders en de heer Rutte. Ik proefde toch enig verschil, enig kritiek ook richting de heer Rutte. Ik heb al eerder gezien dat hij plaatjes twitterde over minister De Jonge met plaatjes van schoenen en dat het allemaal niet zo voorstelde, dat het allemaal niet zo goed was. De heer Wilders die heeft zich aangekondigd als de nieuwe minister-president en hij roept nu op om massaal PVV te stemmen. Dan moet er toch een kabinet worden gevormd. Dan moet je toch gaan samenwerken. Ik ben heel benieuwd. Met wie zou de heer Wilders een kabinet willen vormen? We hebben gisteren iets gezien van een poging van de heer Baudet richting de heer Asscher. Kijkt de heer Wilders ook naar de heer Asscher, naar de PvdA voor die samenwerking? Met wie gaat hij een coalitie vormen? Ja, de heer Wilders. Allemaal Haagse politiek. Ik heb maar één doel nu. Ik ga op alle vragen over met wie samenwerken niet van wie dan ook geen antwoord geven. Dat is een beetje arrogant. De campagne moet nog beginnen, de mensen moeten nog stemmen, de stemmen moeten nog worden geteld. Dus u zult mij niet betrappen om te zeggen met wie of wat ik wel of niet ga samenwerken. Ik zeg één ding, wij gaan ons keihard inzetten met al die PVV'ers hier in de Tweede Kamer en naar buiten om te zorgen dat de PVV zo groot mogelijk wordt en bij voorkeur de grootste partij van Nederland. En als dat gebeurt, dan weet ik dat het moeilijk wordt, misschien wel onmogelijk wordt om de PVV te passeren. U weet nog de vorige keer, de premier en de VVD wonnen de verkiezingen. Maar wij werden by far de tweede partij. Nou ja, by far, we werden één zetel meer dan de rest, maar toch, we werden... Klein nuance. In mijn hoofd was het by far, maar het was maar één zetel. Wij werden de grootste, de tweede partij van Nederland.
Dat is het. Daarom begin ik hier ook vandaag te spreken, omdat we de tweede partij van Nederland zijn. En ik weet nog goed hoe ontzettend verschrikkelijk ik het vond dat wij toen niet eens aan tafel mochten zitten. Ik hoor me nog bij, volgens mij was het mevrouw Schippers, die was toen de informateur, of formateur, weet ik wat het allemaal heet. En die kwam, daar kwam je dan langs en die zei van ja, oké, okay, daar mag je natuurlijk niet uit praten. Maar goed, zij was er nog wel toe bereid, maar de VVD en het CDA en iedereen zei geen sprake van. En ik zeg u, als wij, en dat is ook mijn oproep aan de kiezer, blijf niet thuis. Ga stemmen. Ga stemmen. Want wil je iets anders dan Rutte als premier en de VVD als de grootste partij, en wil je dat de PVV invloed krijgt en iets aan Nederland kan veranderen, dan moet de PVV heel erg groot en bij voorkeur de grootste partij worden. En met wie, dat zien we daarna wel. De heer Segers. Mevrouw de voorzitter, de heer Wilders praat heel hard in mijn richting, maar ik denk niet dat ik PVV ga stemmen, maar dat terzijde. Over arrogantie gesproken, u kondigt zichzelf aan als de nieuwe premier. Ik zelf zou dat niet durven, maar u doet dat wel. U zegt, ik word de nieuwe premier. Dan moet je samenwerken en dat kun je niet reduceren tot Haags gedoe. U doet een belofte aan de kiezer, stem op mij en ik ga Nederland veranderen. Dat kan in het land niet anders dan door samen te werken. En als je dan een litanie hier laat neerdalen op premier Rutte, op het CDA, op welke partij dan ook. En je bent niet in staat tot samenwerken. Dan heb je de kiezer niks te bieden. Dan heb je niks te beloven. Je zult het uiteindelijk met anderen moeten doen. Nog een keer. Met wie wilt u samenwerken? Voorzitter, nogmaals, ik kan 80 keer die vraag stellen. U krijgt 80 keer hetzelfde antwoord. Ik ga die vraag nu niet beantwoorden. Mensen moeten de PVV, hoop ik, zoveel mogelijk steun geven. Hoe groter we worden, hoe moeilijker het is om ons te negeren. Stel je nou voor dat de PVV de grootste partij zou worden. Dan zou je, als dat behoorlijk wat zetels zijn, dan zou de andere partij, dan zou je misschien wel 5, 6, 7 partijen hebben. Een onwerkbare situatie als je de PVV zou negeren. Nu al zit u met z'n vieren, omdat u de tweede partij van Nederland trouwens op een zeer ademocratische manier, dat was ondemocratisch. U heeft 1,5 miljoen stemmen, heeft er gewoon de prullenbak in geschopt van die PVV-stemmers. En ik wil dat dat niet nog een keer gebeurt. En daarom hoop ik dat mensen op ons stemmen en spelletjes wie met wie en hoe laat en wat na de verkiezingen eerst knokken voor iedere stem, want we zijn er nog lang niet. De heer Segers. Tot slot. Ja. Er kan daar alleen maar een kabinet zitten dat steunt op de meerderheid van stemmen van het Nederlandse volk. En dat kabinet zit er. Dus we kunnen alleen maar met een meerderheid regeren. En dan moet je samenwerken. En ik kan inderdaad uit ervaring zeggen dat dat niet altijd makkelijk is. Dat je met hele verschillende partijen om de tafel moet zitten en soms heel lang moet praten om eruit te komen. De heer Wilders heeft zelf 1,5 jaar heeft hij daar een poging toe ondernomen. Toen is hij weggegaan en niet meer teruggekomen. En nu heeft een andere versie van de geschiedenis waar ik niet bij ben geweest. Dat laat ik voor wat het is. Maar ik constateer dat degene die de PVV kiest, die daarop stemt, dat die bekocht wordt, dat er geen samenwerking in het verschiet ligt, dat er geen vermogen is om met anderen samen te werken, want dan zul je redelijk moeten zijn. Dan zul je af en toe een compromis moeten sluiten en dan zul je in plaats van alleen maar schelden op anderen ook eens moeten samenwerken met anderen. En voorzitter, nogmaals, hoe groter de PVV wordt, hoe groter de kans is dat we wel aan tafel willen. En wij wilden de vorige keer, weet u nog, een paar jaar geleden, 2017, 20 zetels, tweede partij van Nederland. Wij wilden aan tafel gaan zitten. Wij wilden meepraten. Wij wilden regeren. Iedere partij moet de verantwoordelijkheid nemen om mee te gaan regeren. Natuurlijk, als dat niet zo is, gaan wij met z'n 20 en hopelijk dadelijk nog met veel meer mensen keihard en stevig oppositie voeren. Maar iedere partij, ook de PVV, wil in vak K en wil verantwoordelijkheid nemen. En daar horen ook compromissen bij. Maar het spelletje van met wie wel en wie niet, dat is totaal zinloos. Want we weten niet eens hoe de verkiezingen uitpakken, hoe groot partijen worden. Dat doen we erna. Het zou van grote arrogantie getuigen om bij voorbaat al partijen uit te sluiten of te zeggen wij doen het met elkaar absoluut niet. Vechten voor iedere stem. En hoe groter we worden, hoe moeilijker het wordt om ons te negeren. De heer Van der Staaij. Ja, voorzitter, ik vind altijd het boeiende van de algemene beschouwing dat je hoort welke thema's partijen naar voren willen brengen, wat hen echt raakt, waar ze zeggen daar moet wat gebeuren. Nou, dat waren bij de heer Wilders ook weer herkenbare thema's. Maar dan is de vraag, hoe kom je daar nou verder op? Neem nou het onderwerp waar we in het begin over hadden, over is die strafbare groepsbelediging, is dat niet te ruim vormgegeven in ons wetboek? Kan je daar als politicus ook niet door in het probleem komen? Vind ik een legitieme vraag en kwestie. PVV heeft in 2012 een wetsvoorstel ingediend, wat toen niet verder gekomen is. De heer Driessen zwaarde toen af.
Later de heer Van Klaver in 2014. 2016 hebben we daar een mooi debat over gehad. Maar het is nooit tot een beantwoording gekomen. Dus we komen ook niet verder daarin. Dus ik zou eigenlijk ook de PVV willen uitdagen op die belangrijke thema's om ook gewoon heel ambachtelijk in rustige, gedegen debatten door te praten over hoe we hiermee verder gaan. Wil de heer Wilders ook die handschoen oppakken? Zeker. En dat is ook een legitiem en terecht punt wat de collega van de SGP maakt. We hebben voorstellen gedaan en die moeten ook tot het einde worden verbracht. En dat gaat inderdaad. Er is hier een debat geweest, dat weet ik nog goed. Collega Bosma was hier toen de woordvoerder bij het initiatiefwetsvoorstel. Het ging ook over groepsbeledigingen, wel of niet. Wat je met die artikelen 137 moest doen, wat moest blijven staan van discriminatie. En ja, natuurlijk hoop ik dat dat artikel, of wij nou in een kabinet zitten of eerder via initiatiefwetgeving, dat dat serieus moet worden besproken en dat dat hopelijk ook een meerderheid krijgt. Want nogmaals, die vrijheid van meningsuiting is een groot goed. Mijn punt in het begin van het debat, nogmaals met erkenning van het punt wat de heer Van der Staaij maakt, was dat dit ook vooral een politiek proces was naar mijn mening. Dus dat het nog voor aan de vraag of het groepsbelediging was of niet, volgens mij is dat überhaupt al onmogelijk. Want waar ik op veroordeeld ben, is dat ik mensen zou hebben beledigd op grond van hun ras. En dat staat niet eens in de Nederlandse wet. Ras, Marokkanen zijn geen ras, dus dat klopt al sowieso niet. Maar los van die discussie, dat het juist een politiek proces was. En dat ik had gehoopt dat collega's hier aan de Kamer zouden opstaan en zouden zeggen, wat we ook van je mening vinden, we accepteren niet dat er een politiek proces komt. Ik had het, wat ik al zei, voor u allemaal opgenomen. De heer Van der Staaij. In dat debat destijds ging het er ook over, hè, dat het lastig is. Dat is ook, hoort ook bij een rechtsstaat, dat het soms lastig is voor iedereen. En mijn fractie hecht er ook aan. Zaken die onder de rechten zijn, moet je voorzichtig mee zijn. Moet je ook wachten tot een debat afgelopen is. Maar daar volgen nog, zouden nog allerlei debatten over volgen. Ook over de vervolging in de zaak van de heer Wilders. Maar is toen door corona eigenlijk ook weer van de agenda verdwenen. Maar het gaat me nu om het punt wat u terecht aangeeft, wat veel Nederlanders bezighoudt. Ik noemde één voorbeeld van hoe ver ga je in die groepsbeleding. Hetzelfde geldt voor de oververtegenwoordiging van bepaalde etnische minderheden in de criminaliteitscijfers. Vind ik ook gewoon een legitieme vraag. Lopen veel mensen tegenaan. Net zo goed als de discriminatie aan de andere kant. Dus ik vind dat daar gewoon over gesproken moet worden, dat we daarin moeten kijken of we verder komen. En de tijd dat ook de heer Wilders in de gedoogrol zat bij het kabinet, een van de kabinetten Rutte, is eigenlijk juist een beetje gestopt met het beleid om ook specifiek criminaliteit aan te pakken in relatie tot oververtegenwoordiging van etnische minderheden. Zou het eigenlijk goed zijn dat dat beleid weer gewoon weer opnieuw wordt gemaakt? Dat we niet alleen maar nu even in een debat daar stevig wat over zeggen, maar dan echt kijken, hoe kan je nou heel gericht die oververtegenwoordiging, of dat nou Marokkanen of Antillianen zijn of andere groepen, dat we gericht kijken hoe we dat kunnen aanpakken. Nou, weet u, ik praat er al bijna 20 jaar over hier in dit huis. Ik praat er altijd over. Dus het is niet Rutte 1, daarvoor, daarna. We hebben hier Marokkanen debatten gehad. De voorzitter kreeg nog een vraag daarover in een interview, zag ik deze week, wat ze daarvan vond. Maar er was hier een Marokkanen debat. We hebben het over de oververtegenwoordiging. Weet u, ik heb nog een keer in voorbereiding van het debat gekeken van hoe lang staat dat op de agenda. En niet alleen politiek, maar ook maatschappelijk. Al vanaf de jaren 80 zie je dat in Gouda en in andere plekken, in die wijken, dat daar een en al problemen waren met Marokkanen. En die zijn alleen maar groter geworden. Toen ik uit de VVD stapte en in het begin groep Wilders was, hebben we daar debatten over gevoerd. Heb ik daar vragen over gesteld. Ik ben met niets anders bezig, lijkt het wel, als het oplossen van dat probleem. Dus het probleem is dat wij geen stap verder komen, omdat het kabinet niet doet wat ze moet doen. En om te zorgen dat A, de grenzen dichtgaan, niet dweilen met de kraan open, zorgen dat er niet meer mensen uit islamitische landen naar Nederland toe komen, dat is stap 1. En stap 2, tegen de mensen zegt die hier zijn, als je aan onze regels, onze normen, onze waarden en onze wetten houdt, ben je welkom om te blijven. En gelijk aan iedereen anders, maar overtreed je die wet, ga je denken om de sharia toe te passen, of ga je de criminaliteit in, dan pakken we je op en dan knikken we je het land uit, of we zetten je weet ik hoeveel jaar vast. Die stap, zolang we die stap niet maken, zijn wij, en volgens mij is de heer Van der Staaij het daar helemaal niet met mij over oneens, geven wij niet het signaal dat het in Nederland niet kan. En die stappen moeten we eindelijk een keer gaan zetten. En als de PVV hopelijk groot, misschien wel de grootste wordt, is de kans het grootst dat we dat Marokkanenprobleem eindelijk een keer gaan aanpakken. De heer Van der Staaij. Ja, voorzitter, maar we weten niet of de PVV het grootste wordt. En kijk, als SGP bestaan we al 100 jaar.
En wij merken dat je soms best even tijd nodig hebt om nog flink door te groeien. Wat dat betreft moet je daar niet alleen op vertrouwen, maar ook gewoon kijken hoe je praktisch ook verder kan komen. En ik heb eerlijk gezegd op dit onderwerp het idee dat we eerder, we zitten allebei heel lang in de Kamer, een stap achteruit hebben gezet. In 2000 had ik hier gewoon debatten met PvdA en D66 ministers over hoe we dat aanpakten, die oververtegenwoordiging. Nu mag je er niet meer over praten bijna, want dan hoor je bij de PVV. Ik denk, ja, dat is toch niet de bedoeling. We moeten toch gewoon ook met alle partijen breed hier ook de serieuze problemen waar mensen tegenaan lopen kunnen bespreken. Zeker. Het is helemaal niet zo erg om bij de PVV te horen. Klopt. De heer Azarka. Nou ja, niet voor de SGP dan. Voorzitter, de heer Wilders sprak in het verleden andere woorden over de islam. Hij nam het zelfs op voor de islam. Dat is een interruptie? Of klopt. Een vraag? Nee, dat is een vraag. Ja, de heer Wilders. Ik weet niet waar hij het over heeft. De heer Azarka. Ik bedoelde in mijn VVD-tijd. Nee, dat, voorzitter, de heer Wilders die zei in het verleden, zei hij, de islam is een te respecteren godsdienst. Sterker nog, hij viel Pim Fortuyn aan. Hij zei, wat de heer Fortuyn doet is verwerpelijk. Mensen over een kam scheren. Hij nam het op voor de moslims, hij nam het op voor de islam. Hij zei, kijk, je hebt een groepje extremisten, ja, en die verpesten het. Maar feitelijk is er met die 1,5 miljard moslims helemaal niks aan de hand. Voorzitter, wat is er gebeurd met de heer Wilders? Nou, de heer Wilders heeft inmiddels de VVD verlaten, zoals u misschien weet. Het is al even geleden, maar hij zit niet meer in het keurslijf van de VVD op dat moment. Ik weet het nog goed. De heer Dijkstal, aardige man was het trouwens, lid van de, of fractievoorzitter van de VVD. En inderdaad, toen waren de teksten voor een deel anders. Maar ik ben, zoals u weet, al, nou weet ik niet hoeveel jaar daar weg. Ik heb gezien waar de islam voor staat. Ik heb ook gezien wat de islam ons aandoet. Niet alleen mij, maar ons allemaal. En de dag dat we in Nederland minder islam krijgen, gaat bij mij de vlag uit. De heer Azarka. Voorzitter, maar dan is het ook gewoon pure politieke gewin. Mensen naar de mond praten. Namelijk het standpunt wat de heer Wilders had, namelijk in die situatie, als lid van de VVD-fractie, dat was toen echt zijn mening. Hij zei toen letterlijk, droeg dat ook uit. Hij viel zelfs Pim Fortuyn aan, zei ik net. En het betekent dus dat als hij later ziet waar er meer te halen valt, is dat hij dan vervolgens 1,5 miljard moslims over een kam scheert. En hij weet donders goed dat het om een groepje extremisten gaat. En ja, die moeten we bestrijden. Dat vindt u mij en uw zijde. Maar wat hij hier het afgelopen 1,5 uur heeft gedaan, alle Marokkaanse Nederlanders over een kam scheren. Mensen wegzetten als terroristen. Continu het aanhalen. Voorzitter, ik denk niet eens dat hij dat zelf gelooft. Maar hij weet wel dat het goed doet bij zijn achterban. Dat is de reden waarom hij dat zegt. Hij is slimmer dan dat. Nee, voorzitter, dat is niet het geval. Ook hier weer vergeet de collega van Denk een deel van de waarheid. Toen ik de VVD verliet, 10, 20 jaar geleden, toen werd ik ook voor het eerst bedreigd. Ik ben na de moord op Theo van Gogh, daarvoor al werd ik beveiligd. En een maand na, of een dag na de moord op Theo van Gogh, ben ik uit mijn huis gehaald. Ik ben er daarna nooit meer teruggekomen. Omdat ik werd bedreigd door toen nog de Hofstadgroep om mij, samen met Ayaan Hirsi Ali, om ons verkant te maken. Dus doe nou niet alsof er niks gebeurd is in die tijd. Tot op de dag van vandaag heb ik het gezicht van de islam gezien. We hebben het allemaal gezien. Bij 9-11, we hebben het allemaal gezien. Bij de moord op Theo van Gogh, we hebben het iedere keer gezien. Dat is er gebeurd en mijn mening staat als een huis. Dan tot slot, de heer Azarkan. Heel kort, want dan gaan we naar de volgende. Voorzitter, ik heb er echt alle begrip voor dat de heer Wilders zegt, ik ben door iemand die zich moslim noemt, door een moslim aangevallen. Of ik ben op een dodenlijst gezet. Dat vindt hij mij aan zijn zijde. Het verschil is, voorzitter, dat niet de islam de heer Wilders bestrijdt. Het is niet de islam die de heer Wilders aanvalt. Het is niet de islam die iets doet. En toch, al vanaf 2004, zit hij af te geven de godsdienst. En hij weet donders goed dat het niet de godsdienst is. En natuurlijk zijn er vele mensen, zoals er ook christenen zijn, zoals er ook joden zijn, zoals er ook Chinezen zijn, zijn andere mensen die in naam van religie iets doen, andere pijn doen. Dat is verwerpelijk. Maar wat de heer Wilders hier doet, is 1 miljoen moslims wegzetten als terroristen. En hij weet donders goed dat dat niet waar is. Hij weet donders goed dat het een kleine groep is. Want als we naar Nederland kijken, dan zien we dat die miljoen moslims gewoon volop meedoen. En natuurlijk zijn er criminele moslims, zeker, en die zijn. En die moeten we met elkaar bestrijden. Maar dat doen we wel door te kijken naar hun daden en niet naar hun afkomst. Omdat ze nou ook niet geboren worden
Ze worden helemaal niet geboren als crimineel. Nee, voorzitter, het tegendeel is het geval. De islam is by far het grootste probleem wat onze democratie bedreigt. De islam maakt een onderscheid tussen moslims en de islam. Inderdaad, er zijn gematigde moslims en radicale moslims, maar er is geen gematigde islam. Die bestaat niet. Er bestaat geen twee Korans. Er bestaat maar één heilig boek. Er bestaat maar één hadith. Er bestaat maar één interpretatie, omdat er geen interpretatie wordt gedoogd van de Koran en het leven van Mohammed. Er is maar één islam en dat is juist het probleem. De islam intrinsiek is een groot gevaar, het grootste gevaar van onze vrijheid. Het grootste gevaar voor de vrijheid van onze kinderen. En meneer Azarkan, ieder land in de wereld waar de islam dominant is, de ideologie, het is geen religie, het is een totalitaire ideologie. Ieder land waar die dominant is, is geen vrijheid, is geen parlement, is geen onafhankelijke rechtspraak, zijn journalisten vogelvrij, kunnen niet de waarheid spreken, worden joden, worden christenen, worden mensen gepakt omdat ze er niet bij horen. En weet je waarom het een ideologie is en geen religie? Omdat, en dat is gelijk aan het communisme en het fascisme, ik heb het eerder gezegd, als je de islam verlaat, staat daar de doodstraf op. Dat is niet in het christendom, ik was nog niet klaar mevrouw de voorzitter, dat is niet in het christendom, dat is niet in het jodendom, dat is niet bij de hindoes, maar bij de islam als een moslim de vrijheid wil kiezen. En ik gun iedere moslim in Nederland de vrijheid. Ik roep alle moslims in Nederland op om de islam te verlaten, om voor vrijheid te kiezen. Als je dat doet, word je gedood, staat de doodstraf op. En dat, die ideologie wil ik niet in Nederland hebben. De heer Jetten. Voorzitter, de heer Wilders had het net aan het eind van zijn betoog over de Tweede Kamerverkiezingen van maart volgend jaar. En hij hoopt op een plekje aan de formatietafel. En dan vind ik het zelf altijd, hè, in campagne ga je proberen kiezers te overtuigen met je ideeën. Maar het is ook wel zo netjes naar de kiezer om helder te maken met wie je wel en niet wil samenwerken na die verkiezingen. Zodat kiezers weten wat hun stem waard is. En de heer Wilders heeft de afgelopen jaren regelmatig uitgesloten dat hij een coalitie zal vormen met de VVD van Mark Rutte. En mijn vraag is eigenlijk heel simpel aan de heer Wilders. Sluit hij bij de aankomende Tweede Kamerverkiezingen de VVD van Mark Rutte nog altijd uit als coalitiepartner? Hetzelfde vraag als net. U kunt het 80 keer proberen met allemaal weer nieuwe briefjes bij u. Ik ga geen antwoord geven zonder briefje. Compliment. Ik ga geen antwoord geven op vragen over met wie wel en wie niet. Dat ga ik niet doen. Ook al heb ik het in het verleden gedaan, ik ga het nu niet doen. Dit worden essentiële verkiezingen. We kunnen de koers van Nederland na 10 jaar Rutte eindelijk gaan veranderen. Ik hoop dat mijn partij, en zeker is dat alleszins, dan moet ik heel erg mijn best gaan doen. Dan moeten wij met z'n 20 en al die PV'ers moeten iedere dag, dat doen we al, maar nog meer ons best gaan doen. Dan moeten we mensen overtuigen dat ze op ons gaan stemmen. Dan moeten we dat alternatief van dat mooie Nederland wat ik wil hebben, moeten we mensen naar de stembus krijgen. Zover is het nog niet. Het kan ook mislukken. Ik hoop dat het lukt. Maar ik ga voor die tijd toch niet nu praten met wie wel en wie niet. We gaan verkiezingen voeren. We gaan hard werken in de campagne. En daarna geef ik antwoord op uw vraag. De heer Jetten. Ja, voorzitter. Het hele betoog tot nu toe, en zo kennen we de heer Wilders ook wel, was al vooral heel erg direct. Met hele duidelijke taal. Dit antwoord is toch wel een beetje, maakt toch wel duidelijk dat de heer Wilders inmiddels al zo'n 30 jaar hier op het Binnenhof rondloopt. Want dit is wel het antwoord met het meeste meel in de mond. De vraag is heel simpel. De heer Wilders heeft eerder de VVD van Mark Rutte uitgesloten als mogelijke coalitiepartner. Is hier nu 2 uur lang tekeer gegaan tegen de VVD van Mark Rutte. En dan wil uw kiezer, of de mensen die overwegen om op de PVV te stemmen, die willen dan voordat ze 17 maart naar het stemhokje gaan, wel even weten of dat u daarna die stemmen aan Mark Rutte cadeau geeft in een volgende coalitie. Dus ik vraag het nog 1 keer. Sluit Geert Wilders de VVD uit als coalitiepartner. Ja, en ik zeg het nog 1 keer. Voor de verkiezingen gaan wij niet aan kwartetten doen. Dat doen we na de verkiezingen. We gaan nu keihard werken om ze groot mogelijk te maken. En nogmaals, mevrouw de voorzitter, ik zie zelfs dat ik nog 2 minuten heb. Het zal toch niet waar zijn? Zal ik nog 2 minuten doorgaan? Jij werd veel geïnterrumpeerd. Okay. Zal het maar niet doen dan? Nee, maar wij willen een Nederland waar die Nederlander weer opeen staat. Waar we die grenzen niet weer openzetten. Waar we het geld niet aan de Italianen, maar aan de Nederlanders geven. Waar de portemonnee van de mensen weer open is om wat leuks te doen. Waar mensen hun dochter veilig op straat kunnen sturen. Dat voor Nederland willen wij. En daarvoor is niet van belang, nu al, met wie wij gaan regeren. Daarvoor is van belang dat de PVV zo groot mogelijk wordt. Dat wil ik. En daar wil ik voor werken. Daar wil ik voor knokken. Het zou arrogant zijn om nu al te zeggen met wie ik wel
wel of niet zou willen regeren. Nee, voorzitter, dat is niet arrogant. Dat is gewoon duidelijk zijn naar de kiezers. Mijn kiezers willen niet dat ik met u ga samenwerken. Dat gaan we ook niet doen. Dat wilt u volgens mij ook niet. U biedt die duidelijkheid niet voor de PVV-kiezer. En daarmee bent u net zo haaks geworden als tegen iedereen waar u zo tekeer bent gegaan vandaag. Hey, voorzitter, ik ben niet haaks. Ik ben gewoon een jongen uit Venlo. Niks haaks aan. Maar ik zeg u, we gaan eerst werken. We gaan eerst campagne voeren, we gaan eerst de verkiezingen voeren. En daarna, nogmaals, het is ook afhankelijk, mevrouw de voorzitter, van hoe groot partijen worden. Je kan wel een hoop willen, maar de kiezer bepaalt. De kiezer is de baas. Als de kiezer de PVV dadelijk 5 zetels geeft, ja, dan moeten we maar een toontje lager gaan blazen. Dan moeten we ergens achter in de zaal gaan zitten en onze een beetje bij proberen te komen. Maar als de kiezer ons veel zetels geeft, dan kunnen we meer. En dan kunnen ook andere partijen in deze Kamer, afhankelijk van de grootste zijn, een rol spelen. Dus het is vals om nu al te zeggen wel of niet met die partij. Want misschien wordt die partij wel heel klein of wordt die partij heel groot. Ik wil een mooi Nederland. Ik wil een Nederland waar die Nederlanders weer op één staan. Ik ben trots op mijn land. Ik ben trots op onze cultuur. Ik ben trots op onze mensen. En daar ga ik voor knokken en de afloop spelen we uw politieke spelletjes wel. Dank u wel. En dan wil ik eigenlijk 5 minuten schorsen en dan gaan we verder met de bijdrage van de heer Dijkhoff.